Iedereen mag zeggen van wat ze willen. Bij mij, toen ik op zijn diepst zat, toen ik het echt het meest nodig had, was hij er voor mij. Je weet wel? Ik was daar kapot, in mijn eentje. Ik kon mijn kinderen niet te eten geven, ik kon net de bias. Iedereen had scheid aan mij. Brees, dikke brees, maar wat ga jij nog doen? Je gaat niks meer betekenen, bro. Lange Frans in Baas B ben ik ook tegengekomen in Cruise Control, in de studio. En ze zochten een zanger voor Moppie. Dus ik kwam in die studio, maar ik was niet zo brutaal. Dus ik denk, ja, ik ga gewoon mijn mond houden, laat ik het opnemen. Toen kwam ze met een tekst voor mij, man, bro. Moppie, 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 ik vind je helemaal toppie. Ik krijg je niet meer uit mijn koppie. Oh, Moppie. En die tijd zat ik ook krapjes, had er een mattie voor me aangeboden van hey, je kan naar Suriname gaan om bolletjes te slikken naar Nederland. Ja. En ik heb nu de keuze, wat ga ik doen? Ga ik die videoclip pakken of ga ik naar KLM om eigenlijk een keuze te maken die heel fataal af kan lopen? Hey, what up, it's Game, man, Nando. Hey, what's up, yo, this is 50 Cent. Hey, this is Rihanna, Fernando. Hey, yo, Fernando, what's up? It's DJ Khaled. Hey, what's up, everybody, this is J Balvin. Nando Lick, okay? Okay, okay. Fernando, X is in that station for a reason, baby, all right? Nando Lick. Yeah, what up, your boy Fernando. Welkom bij een gloednieuwe podcast, Real Talk, Mr. Keep It Hot and Keep It Banging. Je weet wat je moet doen. Like, subscribe, support the channel. We gaan het alleen maar groter maken. En vergeet niet alle andere interviews te checken die ook op het kanaal staan. En sommige luie mensen zeggen van, ja, maar ik zit in de auto, dan kan ik geen YouTube kijken. No problemo. Check die podcast ook op alle andere podcast platforms. Spotify, Apple, whatever. Daar heb ik ook een account. Klik gewoon hier zo in de beschrijving. Dat komt helemaal goed. Nogmaals, support. Liefdes, welkom. Vandaag in de beelden een man die al volgend jaar, zit al 20 jaar in het vak. Hij is een legend in the game. Hé, hey, ik kan je zeggen, deze man, sinds 2004 kwam je met hits. Hij was gezegend met een mooie stem, is nog steeds gezegend met talent en een mooie stem. He has evolved and he's gone to next levels. Ik heb het over de one and only, mijn broeder, Brace! Ja man, liefde man, broer. Bro, welkom man. Ja, tof man dat ik hier kan zitten man. Ja, welkom man. We go way back. Ja, we gaan verder terug naar de haarlijn van Nio. We go way back. Maar volgend jaar, dus 2024, zit je dus 20 jaar in het vak. Ja, ja, beoefen ik 20 jaar professioneel het vak. Zo. So. Ja. Want mensen kennen jou toen je doorbrak met jouw bijdrage, Moppie. Moppie natuurlijk, Rijpen Mokkeroflezen, ja. Samen met Ali en, ja. En Jesse. Ja. Dus daar begon het al heel vroeg, ik was 17 jaar al. Damn, bro. Dus, maar daarvoor begon je nog eerder, want ik ken je natuurlijk van optredens op de megafestatie in de Jaarbeurs in Utrecht. Ja, klopt. Toen was ik samen met Gio, hadden we echt... twee jonge jongens die heel graag wilden zingen. En, ja. En Gio was ook heel goed. Toen hij jong was, wow, nog steeds is hij heel goed. Maar toen hij jong was, dat was echt een golden child. Weet je. Want hoe hadden jullie elkaar toen gevonden dan? Via Cruise Control. Dat bestaat nog steeds. Studio Rutger Cruise. Ja. Studio waar eigenlijk iedereen wel is geweest. En wij waren eigenlijk, weet je, de nieuwe jonge lichting. Daarvoor had je Replay, Arnhemse Gewijs. Nog heel veel groepen, Keisha. Ja. En toen kwamen wij een beetje op, want ja, Gio was jong, ik was jong. En toen dachten ze van, hé, maar deze boys zijn wel doof samen. Ja. En gingen we met Ebony mee, naar Megafestatie. We mochten op het podium staan natuurlijk. En Ebony was een showmaster, is nog steeds showmaster. Ja, maar iemand danste en we keken alle twee naar hem op. Dat was de guy in Nederland. Ja. En hij bood ons podium ook natuurlijk daar. En mensen vonden het leuk. Samen met Gio optreden, Engelse liedjes gemaakt. En, want jullie vormden ook een groep? Ja, vormden een groep. Ja, dat was echt heel grappig, die tijd. Dat ging vanzelf, weet je wel. Toen je jong was en je maakte muziek, dan kom je ook op plekken waar iedereen muziek maakt. Ja. Dan ga je interesseren. En dat was een soort broedplek, Cruise Control. En dan, vet. En hoe heette die groep, die R&B groep? CC Riders. CC Riders. Ja. Dat was... maar door die CC drankjes? Of, Nee, omdat Cruise Control, toch? We waren een product van die studio. Ja. CC, maar CC Riders. Ja, CC. Oh, vet. Ja. En jouw band met Giorgio Tuinvoort, een van de beste producers die Nederland zeg maar heeft. En heel veel mensen letten er misschien niet op, maar besef, deze man heeft met Michael Jackson gewerkt. Dan ben je eigenlijk al klaar. Maar deze man heeft ook heel veel dingen gemaakt, ook voor David Guetta. He's very gifted. He's very gifted. En een heel humble, rustige guy. Ja, Giorgio Tuinvoort. Dat was precies die tijd dat Giorgio... eigenlijk dat ik hem ontmoette. En vanaf toen ik zelf al jong was, nam hij me onder zijn vleugels. Weet je wel? Ik was een kleine broertje al die tijd. En
En hij heeft me heel veel geleerd. Ik weet nog, ik heb echt een grappig verhaal over Giorgio. Dat is wel heel grappig. Ik had een vriendinnetje die tijd. Ik voelde me stoer, ik zangertje, weet je wel, in de stad. En ja, en ik had het aan Giorgio verteld. Van, ik heb een vriendinnetje en ik ben echt verliefd op haar. En geloof me, ze houdt van me en ze vindt me echt leuk. Zij keek me aan en zei, oh, je weet zeker dat ze van je houdt. Ik zeg, ja, ik weet het zeker. Ik zeg, 100%. Ze is helemaal gek van me. Hij zegt, is goed. We hadden nog geen mobiele telefoontjes, niks. Maar er was een telefoon in cruise control. En ik kon naar de huis bellen. En ik wist, ze was thuis. Dus ik zeg, oké, geef me de nummer, dan ga ik bellen. En dan kijken wat er gebeurt. En ik was gewoon echt zelfverzekerd van, ja, er gaat niks gebeuren, weet je wel. Dus nu hij haar belt, neemt ze op. Hij zegt, en hij maakt een heel mooi verhaal van, ja, ik ben je tegengekomen in de stad. Een lange tijd geleden. En toen had je dit nummer gegeven. En ik denk, laat me je even bellen. Maar het gesprek werd opeens zoetjes. En ik begreep niet wat er gebeurde. Weet je wel, ik zag opeens dat ze een soort van aanstalte maakte. En toen, dat is de mooiste les die ik heb kunnen krijgen van Giorgio. Zo van, vertrouw niet altijd meteen iemand en een gevoel. Weet je, dat was heel grappig. Want ik was nog jong, ik was 16. Ja. En voor mij was dat gewoon heel gek. Het was gewoon, ja, ik was misschien nog jonger zelfs, 14 of zo. Ja. Weet je wel, dat had nooit meegemaakt. Ik was verliefd op dat meisje. En dat meisje had tegen mij gezegd, kijk, ik ben verliefd op jou. En met één telefoongesprekje. Was het gewoon anders? Was het gewoon geswitcht. Ja. Dus ja, de woorden die hij uitsprak, zo zie je hoe krachtig woorden zijn. Ja. Weet je wel? En vanaf toen, ja, weet je. Dat is maar weet je daardoor ook, ik kan me ook voorstellen dat je dan meer op je hoede bent. Als je zoiets meemaakt, dat je denkt, de volgende die dan tegen jou zegt, hé, ik vind je leuk, ik ben verliefd op je. Het was de eerste keer, het was eigenlijk, zo moet je het zien, dat ik het je nu nog vertel. Dan weet je hoeveel impact het voor me heeft gehad. Ja. Omdat ik het niet begreep. Je hebt, ja, het was via de telefoon. Je hebt niet eens gezien hoe diegene eruit ziet. Dus zo moet je berekenen. Ja. Ik stond daar perplex. Omdat je, ja, weet je, ik heb leuke dingen met dat meisje gedaan. Het was echt, het was een eerste. Ja, ja, niet een eerste, maar het was gewoon, ja, ik dacht dat ze echt verliefd op me was. Maar blijkbaar was dat niet het geval. Giorgio komt met zijn swag, even Giorgio praten. Even praten met zijn nette Hagenese accent. Weet je. En ja, nee, dat was daar heeft hij mij de grootste les tot op de dag van vandaag geleerd. Van, weet je wel. Wees op je hoede. Bouw op jezelf eerst. Ja. Weet je wel. Goed kijken. Ga niet blind in alles. Ja. En dat is een jonge les. Het deed heel veel pijn, maar ik ben hem tot op de dag van vandaag echt dankbaar. Spreek je hem ook nog wel eens? Hebben jullie nog hem vorige maand toevallig nog gesproken. Het gaat super goed met hem. Hij is zo druk met heel, van alles. Ja. En ja, het blijft mijn broer. Weet je wel. Het is, ja, we zullen altijd contact houden. We houden van elkaar. En ik ben super trots op wat hij allemaal doet. En het is gewoon onmogelijk om eigenlijk te zien van waar het begon bij een replay. Ja. En dan ging hij door naar een hartedief. Ja. En dan gingen we door naar een drijfzand. En dan toen kwam hij een goede vriend. Eigenlijk Babs was een Amerikaan. Die kwam naar Nederland toe. En daarmee waren we goede vrienden. Dus gingen we een beetje uit. En hij had FUBU, dus ik kreeg FUBU kleding. Weet je, dat was tof. Ja. Amerikaanse Afrikaan. En die had swag, weet je, een mooi huis op het Leidseplein. En wij waren met hem. En toevallig was dat een goede vriend van Akon. En zo is het eigenlijk begonnen dat Giorgio richting Amerika is gegaan. Wauw. Dus die Babs die had hem voorgesteld aan Akon. Ja, en volgens mij heeft ik heb Babs nog een keer gesproken. Die had verteld dat hij Hartedief aan Akon heeft laten horen. Om de beat eigenlijk van Giorgio te promoten. Eigenlijk. Oh, wauw. Dus dat is gewoon tof. Oh, dat is sick. Dat is heel sick. Super sick, weet je wel. En ja, ik ben gewoon blij dat ik überhaupt gewoon die dingen mee heb kunnen maken. En op de dag van vandaag nog steeds muziek maken. En dan Giorgio zie hoe goed hij gaat, maar ook de hele game gaat gewoon lekker. Ja, ja. Weet je wel, die ik vanuit toen kende en die ik nu nog steeds zie shinen. Het is gewoon, ik voel me bevooroordeeld. Weet je wel, als ik om me heen kijk. Maar beseffen, mensen moeten beseffen dat jij, want je begon heel jong met muziek. Je werd echt blootgesteld aan heel veel greatness. Want je noemde Giorgio Tuinvoort, een van de beste producers van Nederland. Daar ging je al mee om. Gio, ook zeg maar een next level zanger. Ja, daar ging je ook al mee om. Dus je was in die hele omgeving was je al. Ja. Je had heel veel goede leermeesters of super, mensen om je heen. Dat ook. En mijn broer die zong in Keisha.
Of heel McDonald. Ja. Dat was een van de, ja, die was als eerste getekend bij Motown in Amerika. Weet je ja. Dus ik had, de concurrentie was hoog, dus ik moest wel presteren. Ja. Dus ik zat tussen heel veel goede zangers en entertainers. En was je broer ook de reden dat je met zang begon? Of? Ja, volgens mij wel. Ja? Volgens mij wel. Ik dacht, ik was altijd jong en hij trad heel veel op. En natuurlijk hoor je over je broer. En als je bij familiefeesten kwam, gingen nichten zingen, neven. En ja, dat wou je ook, weet je wel. Ik dacht, ja. dit is mijn familie. Iedereen, mijn vader zingt. Ik zou het wel in me moeten hebben. Dus ik ben echt gaan oefenen. En in het begin ja, klonk het natuurlijk nergens naar. Totdat ik echt, zo zie je maar, als je echt inzet toont en vroeg geïnspireerd wordt, kan je alles bereiken. Want ik is niet dat ik geboren ben met een hele mooie stem. Je zegt, ben gezegend met een mooie stem. Ja, gezegend, maar niet geboren. Ik heb daar echt wel wat voor moeten doen. Ja, ja, ja. Ik heb heel veel moeten oefenen, maar ook ja. Heel veel. Want in mijn tijd was zingen niet zo stoer. Niet, alle rappers zijn opeens aan het zingen. Maar die tijd vonden mensen je een mietje. Ja. Toen ik jong was op school en ik zat in Amsterdam, ik ben opgegroeid Amsterdam-West, Slotervaart, weet je wel. Daar hoefde je geen Stevie Wonder op school te zingen. Begrijp je wat ik bedoel? Maar wat deed je toen dan? Zeg maar hoe? Ja, ik zocht mijn momenten. Ja. Ik was thuis. Ik woonde Amsterdam-West. En ik woonde thuis met mijn twee zussen en mijn moeder. Daar was Gloria Estefan, Stevie Wonder. Ja. Ik kreeg daar zoveel liefde en muziek mee. Maar aan de andere kant, als ik op straat was, dan kreeg je Biggie, Tupac, weet je wel, Sid Murder. Dus en daar zong je weer niet. Daar liet je gewoon. Ja, daar was het meer. Dat was niet stoer die tijd. Ja. Weet je wel? Dus ja. En mijn passie, als ik op straat ging voetballen met de boys, dat komen uit een andere omgeving. Dus dan, ja, ik kon dat ook niet verwachten, maar als kind begrijp je dat natuurlijk ook niet. Ja. Maar ik maakte wel de keuze van, dus je hebt eigenlijk een soort twee levens. Ja. Thuis ben je die lieve guy, die zingt en die... Die R&B guy. R&B guy. Ja, ja. En op straat ben je eigenlijk gewoon, met je vrienden. En je katten kwaai uithalen. Ja. En het was toch wel, het was wel grappig, want ik ben een heel, heel emotioneel persoon ook, weet je wel. Maar dat kan zich natuurlijk twee kanten uiten. Ja. Het was mooi om te zien hoe die balansen. Voor mij, ik heb echt een mooie jeugd gehad. Omdat heb ik nodig gehad om te zijn wie ik ben, natuurlijk. Want je bent op je 17, volgens mij 17, 18e, ben je in 2004 doorgebroken met Moppie. Neem ons mee in die tijd hoe jouw leven toen veranderde. Want kende je Lange Frans en Baas B toen de tijd al? Of? Nou, dat was heel grappig. Omdat ik Lange Frans en Baas B ben ik ook tegengekomen in Cruise Control in de studio. Dus dat was precies de broedplekje waar iedereen kwam. En ze zochten een zanger voor Moppie. En ze hoorden natuurlijk, want ik deed veel mee aan talentenjachten. En onder de volksmond op de straat hoorde je Brees. Oh man, die man is, hij is bezig, weet je wel. Ja. Hij zingt, hij is flair, houdt van dansen. hij is opkoming. Zo belde Lange Frans me op of ik een liedje wou inzingen. Ik dacht een Nederlands liedje, want ik zong altijd Engels samen met Gio. Weet je wat het is? Ik had niet veel keus, omdat ik zat ook in een periode van mijn leven dat ik andere keuzes kon maken. Want heel grappig om dit te vertellen. Lange Frans belde me op, ik ging naar de studio, moest het liedje opnemen. Ja, ik verwachtte natuurlijk, ik wou een beetje money hebben eigenlijk. Want ik denk, ik kom naar die studio hier naartoe. Lange Frans, Baas B, hadden ze supervisie uit en ditje. Ik denk, het moet toch wel wat zijn. Ja. Maar ik wou ook heel graag bekend worden. Ja. Maar ik had wel echt geld nodig. Want ik was jong, je wil wat, je wil ook uit, je wil ook dingen doen. Dus ik kwam in die studio, maar ik was niet zo brutaal. Dus ik denk, ik ga me gewoon mijn mond houden, laat ik het opnemen. Toen kwam ze met een tekst voor mijn man, bro. Moppie, moppie, moppie. Ik vind je helemaal toppie. Ik krijg je niet meer uit mijn koppie. Oh, moppie. Bro, ik kom van Stevie Wonder. Mooie pokoes. En ik moet dit gaan zingen. En ze bieden me geen money. Ik stond daar. Ik denk, maar wat moet ik, hoe ga ik dit doen, man? Ik denk, weet je wat, ik ga het gewoon opnemen. Dus ik heb het opgenomen. Pap, ingezongen. Zo gezegd, zo gedaan. Ik ben weggegaan. Met die pokoe op een cd'tje. Want ik heb iedereen opgeschept. Ik ga een track doen met Lange Frans en Baas B. Dus nu mijn achterban, mijn matties en zo. Die wel zingen in de studio. Die dachten, oké. Hij komt zo terug met een demo. Ik kan me nog goed herinneren, man. Ik zat met Arsenio en Derenzo. Of zijn twee zangers.
woonde ik in de buurt, ging die demo luisteren. Ze hebben me zo uitgelachen, bro. Zo, ze hebben me, als ik je zeg, gewoon, ik voelde me zo klein die dag, hè. Je weet het, bro, moppie, bro. Lachen, helemaal, dus als ik jou zeg, stuk, gewoon lachen, bro. Dat was het geval. En wat nog grappig was, ik was al gedemotiveerd om die pokoe te doen. En die tijd zat ik ook krapjes, had er een mattie voor me aangeboden van, hey, je kan naar Suriname gaan om bolletjes te slikken naar Nederland. Ja. Hey, toch, het was die tijd was het hot. Van, ja. Okay. En ik dacht, weet je, ik heb het wel nodig. Ik hoorde dat bedrag, ik dacht, oké, dit is niet verkeerd. Ja. Dus ik ben langs gegaan bij die boys. Ik moest voortesten, ik weet niet of u weet hoe het gaat. Nee, wat? Van die nepballetjes, eye testen, kijken of je er wel aan kan. Oké. Okay. Want als je daar in Suriname bent, ze hebben geïnvesteerd en het gaat niet, dan gaat het fout. Ik was daar in het huis met allemaal enge Surinamers, je weet toch? Echte balas, van, ze zaten op je huid. Dus natuurlijk ging het snel voor mij makkelijk, want ik was bang, bro. Ik was, die man kijkt van, hey, deze man gaat wel een kilo mee kunnen nemen. Maar het was gewoon puur dat ik bang was. Hij had zo'n soort ei, gewoon zo'n ei-dooier. Die geel zat er niet in, alleen de doorzichtige. En dan glijdt het makkelijk, toch? Ja. Ik had getest, die mannen zijn blij. Maar ik moest mijn paspoort daar laten, want maar ik wist niet dat het zo snel ging. Het was gewoon een eerste afspraak, dacht ik. Maar die mannen wouden me sausen, dat ik snel... Heet, hè? Puntje bij paaltje, nu ga ik daar. Nee, mijn paspoort is achtergelaten. Ik weet, volgende 2 weken moet ik vliegen. Ik denk, saan. De week daarna, belt Lange Frans. Volgende week gaan we de clip schieten, hè? Moppie. Ik kijk nu aan iets. Dus, en, ik heb nu de keuze. Wat ga ik doen? Ga ik die videoclip pakken? Of ga ik naar KLM? Om eigenlijk een keuze te maken die heel fataal af kan lopen. Weet je wel? Waarvoor ga ik kiezen? Maar ik was gedemotiveerd door mensen, door dat liedje Moppie. Dus ik had er niet heel veel vertrouwen in. Maar ik beloof je, iets in mijn lichaam zei, ik ga die videoclip opnemen. Want dit is wat ik altijd voor heb gevochten, wat ik wou. Het is misschien niet het liedje naar keuze. Ik heb afspraak afgezegd, 4 dagen later. Belt, of ik heb niet afgezegd, ik ben niet meer gegaan naar die boys. Ja. 4 dagen later belt Lange Frans. We zoeken nog een bobbelingstukje, een remix, een stukje speciaal alleen voor jou. En toen kwam er een stukje bobbeling op. Aan het einde van Moppie komt de remix, Moppie. En dat was wel meer mijn ding. Ja. Dus zo zie je hoe God werkt, toch? Mooi. Zo zie je hoe God werkt. Hij Ik heb een keuze gemaakt voor iets goeds. Ik stond er misschien niet helemaal achter. Het heeft mijn hele leven veranderd. Ik heb nog gedacht aan die jongens nog steeds, hè, die me hebben uitgelachen. Bro, ik lach nu iedereen uit. Vanaf de dag van vandaag. Want ik heb de mooiste keuze gemaakt in mijn leven. Om niet te luisteren naar anderen. Dat is de mooiste les die ik vanuit dat stukje heb kunnen doen. Ik kon gedemotiveerd zijn. Ik kon voor geld kiezen. Want ik wist daar het slechte en het negatieve. Hij riep me om geld te verdienen, terwijl dit heeft mij tot op de dag van vandaag, ik kijk nog steeds op mijn Buma stemmen royalties en ik zie Moppie Financiën. Nee, die popt nog steeds op? Komt nog steeds op. Wauw. En dat, zo zie je maar dat die keuzes die, daarom hou ik van mijn leven en geniet ik nog elke dag. Ja. Omdat het zijn unieke dingen. Ja. Een maand later stond ik op nummer 1 met Moppie in de charts. Dat is gewoon bizar. Crazy. Maar een crazy story. Want zeg maar dus, jij zit nog in je hoofd nog te denken van, hé, maar ik kan daar naartoe. Had je paspoort nog teruggekregen? Nee, man, bro. Nee, man. Oh, wat een toren. Hey. Ik moest een nieuw paspoort aanmaken. En ik ga je heel snel vertellen, ik ben die kill nog tegengekomen. Serieus? Misschien 2 jaar later stond ik in de Powerzone, was een discotheek. Ja. Stond ik lekker te gaan. Ja. Ik ging lekker, ik had mijn stacks verdiend. Ja. Kwam ik die kill tegen. Ik wist niet wat ik moest doen. Ik zakte bijna door de grond. Ik was ook met mijn G's. Ja. Maar ja, dit is, ik zit fout. Ja. Hij kwam naar me toe, ik zag hem, ik denk, dit gaat fout. Ik loop ook naar hem toe en zeg, ay, fuck me, man. Ay, broer, je hebt me genakt, maar ik ben wel trots op je, man. Dus zo zie je ook hoe God werkt. Ja. Weet toch? Hij wist, ik heb niet zo'n money gepakt. Ook of, je weet toch, ik was daar gegaan om het te doen, maar hij heeft gezien. Ik ben er beter uitgekomen. Hij heeft ook Moppie gehoord op de radio. Ja. Begrijp wat ik bedoel? En zo is het, was die cirkel rond. Zo was die cirkel rond voor mij. Zo was het van Next level, man. Next level. Ik was bang om uit te drukken. Een paar balas zoeken bij me.
Ja. Ik heb ze belofte gemaakt, misschien hebben ze een ticket al geboekt. Ik wist niet hoe het verder ging. Ja. Dus ik denk, maar kijk hier. Wauw, lekker bek. Wauw. Crazy story. Maar hoe was jou? Want je zei, je woonde thuis met je moms en je zussen, toch? Zussen, ja. Maar waar waren zij in deze situatie? Want je zei van, je had money nodig. Was het thuis? Mijn zussen, wat het mooie is van, wat het mooie is van mij. Ik ben 10 jaar jonger dan de rest. Ja. Toch? En ik ben een hoogvlieger. Kijk, ik ga je eerlijk zeggen, mijn moeder heeft altijd... Ik heb altijd te eten gehad en te drinken. Ik kom niet uit een arm gezin. We hadden het ook niet breed. Maar wat ik wel weet, ik kom uit buurten... waar je geïnspireerd wordt niet om een advocaat of rechter te worden. Je komt Amsterdam-West, Slotervaart. Als je daar op de straat opgroeit, kom je andere mensen tegen. Daarna, 11 jaar, ben ik naar Oost verhuisd, Amsterdam-Oost. Weet je wel, je komt op de straat, je hebt een droom. Maar je ziet er ook, alles ligt op... Ik was niet de intelligentste jongen. School was voor mij, het was lastig bij te houden. Ik ben een dromer. Ik vond het heel lastig om naar school te gaan. Ik kon niet goed rekenen. Tot op de dag van vandaag. Ik heb geen dyslexie, maar ik vind het gewoon lastig om netjes een mailtje op te sturen. Het is dat nu AI er is, dat ik gewoon... AI got you. AI heeft mij, man. Ask AI gewoon. Ja. Maar daarvoor, ik had daar last mee. Weet je wel? En het is niet erg. En het is ook helemaal niet vervelend. Maar wanneer je in een wereld komt waar je het nodig hebt, wordt het wat lastiger. Ja. Weet je wel? En dan dacht je van, hoe kan ik anders aan mijn geld komen? En dan heb je... Dus dat. Dus en ik heb natuurlijk ook periodes meegemaakt waar het niet meer zo goed ging met mij. Weet je wel? En dan heb je die dingen wel nodig. Want het is mooi als je zingt en het gaat allemaal goed en je zingt je eigen liedjes. Maar nu moet je meedoen aan een programma. Waar je 10 liedjes moet gaan instuderen. En waar de autocue ietsje sneller gaat dan dat je zelf wil. Weet je wel, is voor mij wat spannender dan voor een andere artiest. Ja. Omdat als ik misschien wat meer had opgelet vroeger. Of meer tijd in het lezen of in het schrijven had gestoken. Had ik daar geen last van. Dus ik ben, als ik programma's krijg zoals De Beste Zangers... of The Voice, waar je heel snel tekst moet leren. En onthouden word ik heel zenuwachtig van. Niet omdat ik het niet kan, maar omdat ik er ietsje meer voor moet doen. Ja. En dat maakt je onzeker. Ja. Terwijl je heel goed in zingen bent en heel goed in andere dingen, zijn dat dan weer mijn tekortkomingen. Had je dat bijvoorbeeld bij The Voice, toen je aan The Voice meedeed? Ja, dat... zeker man. Ja. Dat is mijn minpunt. Omdat ik altijd eigen liedjes heb gezongen. Ik was 17 jaar, ik hoefde nooit koffers te zingen. Ik zong altijd Moppie, Ik ben je zat, Drijfzand erin. Maar het ging altijd om Brees. Weet je wel? En als je dan aan zo'n programma moet je opeens andere mensen nummers zingen. Maar ik heb nooit in een coverbandje gezeten, dat je gaat leren. Ja. En dan is het lezen, weet je, snel lezen, begrijpend lezen is voor mij ook lastig met commas en punten en uitroepteken. Dus ik moest extra mijn moeite doen. Ja, en dan heb je zo'n succes. Want je zei, van heb je Moppie en dan sta je op nummer 1 in de charts. Hoe verandert je leven op dat moment? Want op een gegeven moment verdien je geld, optredens. Hoe verandert jouw dagelijkse leven? Hoe ziet het eruit? Ja, hoe mijn leven veranderde na Moppie. Dat was een van de gekste dingen wat ik ooit heb mee kunnen maken. Omdat op den duur gaan mensen je herkennen. Het was de tijd van TMF in de box, weet je wel. Ja, TMF de hele tijd de clip langskwam en we brachten een nieuwe sound. Weet je wel? Het was een soort urban. Dat woord urban bestond volgens mij, dat werd gecreëerd die tijd. En het was gek, omdat mensen opeens herkenden jou. Weet je wel? Terwijl daarvoor waren alleen mijn vrienden en een beetje de mensen die in de buurt mij kenden van het podiumpje. Maar nu werd het landelijk, werd je bekend, waar je ook kwam. Het klinkt heel gek wat ik nu ga zeggen, ik was 17 jaar. Weet je dat ik altijd dacht dat heel Nederland, net als Rotterdam en Amsterdam, zo gekleurd was? Ik dacht altijd dat Nederland gewoon zo multicultureel open was. Ja, 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 ja. Pas toen ik bekend werd, ging ik naar Groningen, plekken, Brabant, Limburg. Toen zag ik, wij wonen in Nederland. Ja. Het is hun land, ja man. Ja. Nederland, ja. Ja. Toen zag ja. ik pas, wow man, we zijn maar met... We zijn niet met heel veel. Ja. Want ik dacht altijd, man, Damsko, zoveel toeristen. Ik dacht, dit is Nederland. Ja. Totdat ik ging toeren.
En toen zag ik van, hé, maar dit is heel anders. En die tijd was ze ook, je bruine jongen, weet je, komt in de buurt. Dus, ja, het is voor mensen ook gek. Hoe was dat? Kreeg je wel eens last van racisme en dat soort dingen op plekken? Of ja, was het... sowieso. En vooral, ik ben een zanger, weet je wel. Ja. Ik zing voor meisjes. Ik ben een hartendief. Weet je, ja. Komt in Groningen, kom zingen voor die meisjes daar, ja. Die boeren vonden dat niet zo leuk. Nee, merkte je dat? Dat zeiden ze gewoon, of zeiden ze... Dat zeiden ze, dat merk je gewoon. Ja. Vroeger was het grimmig. Ja. Weet je wel, dan had je gewoon groeperingen die dat niet zo leuk vonden. Ja. Dat hoor je dan wel in het publiek, weet je wel. Ja. De meisjes staan allemaal te gillen. En die guys zijn boos. De boys kijken boos. Ze heet dus. Ja, you can hate me now. Ja, maar ik begrijp het wel. Zo'n flexibele jongen komt opeens in je buurt en... Je wist nooit dat je vriendin op bruine jongen viel. Dus, en nu zie je opeens voor een bruine kut. Hey. Je denkt, hey, dat klopt niet. Hey, dat gaat verkeerd. Ja. Je dan? Nee, maar weet je, het is gewoon, het was ook de tijd. We waren niet helemaal aan elkaar gewend. Weet je, de tijd was anders dan nu. Nu luistert iedereen hip-hop, R&B. Crazy, hè, hoe dat zo veranderd is. Ja, ik vind het geweldig, man. Ja. Want mensen zijn vrij om te creëren wat ze willen. Ja. Ze kunnen een Jordi Money of een Boef draaien ze overal nu. Ik vind het prachtig, man. Ik vind het echt... Omdat bij mij, muzikaal moesten we ons natuurlijk inhouden. Ja. Weet je wel? Ja, en wat merkte je dan? Omdat we geen platform hadden als een YouTube. Ja. En zelf dingen konden neerzetten en dat mensen konden ontdekken wat onze sound was. Ja. We moesten natuurlijk eerst via een machine. Het was natuurlijk de eerste IMF. En als hun jouw clip draaien en als hun het interessant vinden en als het in de top komt, dan wordt het gedraaid. Dus nu hebben artiesten een eigen platform. Ja. En een beetje als mensen je opmerken en je ziet het en ze vinden het tof, dan kunnen ze je steunen. Aan de andere kant is dat ook lastig, want nu komen er 80.000 liedjes per dag uit. Zo, iedereen maakt liedjes tegenwoordig, bro. Iedereen maakt liedjes, weet je wel. Dus als je me vraagt, ja, wat is beter? Ja, uiteindelijk, het is fijn dat we zoveel muziek hebben en dat zoveel mensen geïnspireerd zijn door een bepaalde periode en dat we door hebben gezet. Weet ja. Wel? En heb je al die songs en op een gegeven moment... Had je dus ook, want Lijf en Mokroef even komt. Ik ben je zat kwam daarna, toch? Nee, eerst Ik ben je zat. Mokroef kwam en daarna kwam Ik ben je zat. Ja, ja. Maar hoe ben je op het pad van Ali B gekomen? Hoe hebben jullie elkaar gevonden? Ja, Ali is natuurlijk, dat is met Ali. Hij, alles wat hij hoort dat goed is, toch? Ja. Dan wil hij een stukje van de taal. Dat is de Ali. Ja. Ach, vanaf toen al geweest. Ja. Dus hij hoorde van, Jesse, hey bro. Pff, moppies hebben een dikke pokoe opgenomen met Brees. Zo ging Jesser hem warm maken. Ik zweer het, daarom hou ik van Jesser toch. Hij ging Ali warm maken. Gewoon van, hey, luister, dit is die guy nu. Nu is deze guy. Hoek op met hem. Ja. En Ali zat in zijn... Hij was een soort extremist die tijd. Hij was echt super met geloof bezig. En ja. Dat was zijn ding die tijd. Ja. En ik was... ik kwam bij hem aan. In de studio, hij belde me, hey bro, dit en dat, ze zo, echt een pokoe maken, we gaan videoclips schieten, we gaan dit doen, dat doen. Ik ga je een monnetje geven, komt goed, ik ga het met je regelen. Als je met me mee, kan je met me meetoeren. Je weet, zijn takjes waren scherp. Scherp, hij kocht me. Omdat hij zag, ik ben net begonnen, hij wist, hij was al een keer, hij verdiende al een beetje geld, hij had al theatershows. Dus hij wist, oké, deze guy moet ik aan mijn team toevoegen. En dan... dan gaat er wat gebeuren. Zo gezegd, zo gedaan. Wow. Ik ben je zat opgenomen. Voor je het weet, ook stond ik met 2 nummers in de top 10. Oh, wauw. Ja. Oh, ja. Zelf in de top 5. Volgens mij ging je van 1 naar 2. Ik weet het niet meer. Ja. Maar in ieder geval, dat is gewoon grappig om te zien. Ja. Terwijl dat het anticiperen van Ali toch wel ook goed. Want hij heeft altijd een soort vertrouwen in jou gehad. Hij heeft je altijd, althans dat was als gevoel bij mij, hij heeft je altijd bij hem gehouden. Ja. Kijk, weet je wat met Ali is? Ali is... Hij heeft me een keer gewoon eerlijk gezegd, bro, als ik jouw stem had, broer. Hij vindt het gewoon altijd jammer. Weet je wat het met mensen is bij mij? Iedereen denkt altijd maar te weten wat ze met mijn talent zouden kunnen doen. Weet je wel? Terwijl je eigen talent hebt en je komt zelf heel ver. Je weet toch? Zorg ervoor dat het goed bij jou gaat. Want wat ik mooi vind van mijn leven is dat ik het altijd heb gedaan als hoe ik het wil doen. En het heeft ook altijd gewerkt. Want soms is het goed om niet te luisteren naar ambities van anderen voor jou. Ja. Luister naar je eigen ambities. En ik ben blij.
Ik ben super blij. Had je het gevoel dat hij eigen ambities had die jij op jou wilde projecteren? Maar het is super lief, hè. Het is het mooiste wat er is, want dat betekent dat hij zoveel vertrouwen in je heeft. Ja. Dat hij gewoon boos wordt dat zijn ambities niet in jou uitkomen. Ja. Weet je wat, het siert iemand heel erg, want dat is ook een soort van liefde. Maar ik kan me niet laten leiden door iemand anders zijn ambities. Ja. Dat is raar, toch? Ja. Jij wil zelf, want ik moet elke dag met mezelf opstaan. Als ik zelf opsta, denk ik, hey bro, ben jij trots op jezelf? Hey, nice, ik ben trots op mezelf. Maar wat zag hij voor jou dan in zijn hoofd? Nou, hij zag grote stadions vol met mensen en pokoes en heel veel. Gewoon eigenlijk de Brees op zijn top. Weet je wel, arenas vullen. Het grootste, hooghaalbare in Nederland te halen. Dat wou hij heel graag, natuurlijk. Dat is ook heel lief. Ja. Maar ja, voor mij, ik vind muziek leuk, maken leuk. En het is niet dat ik de ambities niet had, maar wat er wel voor mij was, er komt veel bij kijken. Ja. Er komt heel veel bij kijken. En vanaf Moppie heb ik al dingen gedaan die niet, het waren niet echt mijn keuzes. Toch? Hoe die songs bedoel je? De songs, ja. het is niet dat ik in het proces mee ben gaan zitten. Het is niet dat het over mijn Moppie ging. Ja. Het proces was al gemaakt. Ja. Ik kwam toevoegen. Ik kwam een mooie stem toevoegen aan een leuk plaatje. Ja. En dat is leuk, maar ik ben ook een creatief persoon. Toch? Ik wil ook heel graag dingen doen die ik leuk vind. En niet alleen dingen die succesvol zijn. En vooral als je ziet van... nu heb ik eigen vleugels, weet je wel. Ik wil nu zelf mooie dingen gaan maken en leuke dingen gaan doen. En dat was natuurlijk ook in die tijd van, want nu heb ik 2 grote hits, maar ik heb nog steeds geen deal. Weet je, maar dat was voor mij was dat natuurlijk geweldig. Want ik heb geen euro geïnvesteerd in Moppie. Ik kon gewoon daar meedoen. En bij Ali heb ik ook geen euro hoeven te investeren. Geen label hoefde erachter te staan. Ja. Dus ik stond in een prachtige positie. Ja. Ik had nu 2 top 10 hits en geen deal. Dus mijn onderhandelingen waren perfect. De situatie waar ik in kon onderhandelen, geweldig. Ja. Dus Ali natuurlijk zegt, hey, luister, kom bij Spek, weet je wel. We gaan alles voor je regelen, dit en dat. Zo. Je hebt gezien, we hebben tours voor je opgezet, je bent met ons mee kunnen gaan. En het was echt zo, weet je. Hij zorgde echt voor me, vooral Brechtje, zorgde heel goed voor mij. Lange Frans, maar ook met hun meeboekingen en hun waren ook aan het trekken natuurlijk. Want ze zien, hey, een artiest erbij, management, hè, platen schrijven, dat is een extra inkomsten. Totdat ik bij Top of the Pops terechtkwam, was een programma van Top of the Pops. En dan ging ik Hartendief live spelen. Een nieuwe single uitgekomen. Of nee, ik ging Vraag Jezelf eens afspelen, volgens mij. Ik hou me daar niet op. En toen kwam de eigenaar van de baas van Top of the Pops. Kwam naar me toe, die hoorde me zingen en die zei, Jezus, wij moeten samen een plaat gaan maken. Wij moeten deze plaat uit gaan brengen. Dus volgens mij Vraag Jezelf eens af. Ja. En zo gezegd, zo gedaan. Ik ben met hem, heb een afspraak op kantoor gemaakt en we zijn gaan praten. En hij gaf me natuurlijk, het was een grote speler. Het is nu CTM, is een van de grootste publishing. Oh, CTM, ja. Want toen waren ze volgens mij nog niet eens publishing deal. Deden ze televisie en tekenden ze artiesten. Volgens mij Chips, mij en Kim Lian. Ja. Hadden ze Kim Lian en Herman Brood of zo. Dus, maar hij was echt geïnteresseerd. Hij zag echt van, oké, deze guy is nieuw. We moeten wat met hem doen. En het grappige was, mijn moeder was mijn manager. Dat was ook super grappig. Nooit een managementopleiding gedaan. Maar ja, ze hield het meeste van me. Dus weet je wat? Mommy always got your back. Mommy got my back. Shout out to mom. Shout out to mama. Yeah. Dus wij naar kantoor met mijn moeder en gesprekken gevoerd. En mijn moeder hoorde het bedrag wat ze toen opnoemde voor die deal. Voor je het weet waren we eruit. Was een gek bedrag? Dat was een gek bedrag, man. Dat was echt een gek bedrag. Omdat ik natuurlijk... ik had een McDonald's deal erbij. Ja. En een Dr. Van de Hoog deal. Dr. Van de Hoog is een gezichtsproduct. Ja. En het heette Clearskin. Ja. Maar het was super gaaf die tijd. Ja. Dus ze wouden me koppelen aan die producten. Omdat die tijd was ik hot. En het was een contract en dan gelijk die deals erbij. Dus het was een lekkere pot. Ja. Dus mijn moeder was... Het was niet moeilijk om die vrouw over te halen. Van dit is de juiste keuze.
Huh? We gaan hiervoor. Want Ali komt met een flutbedrag. En Lange Frans komt met een flutbedrag. We gaan kiezen voor het echte werk. Zo gezegd, zo gedaan. Harte dief ontstaan. Oh shit. Drijfzand. Ja. Dit was 2006 toch? Ja, 2006. Ja. Ja. Zo, maar hebben ze zeggen, was een ton, een paar ton of zo? Een paar gingen. Dat was goed. Oh shit. Dat was goed. Zo, shout out to moms, man. Damn. Moeders, hey. Moeders heeft het. Maar, was het maar achteraf was het ook de beste deal die je had kunnen tekenen? Ja, zeker. Oké. Okay. Ook qua budget voor wat we gedaan hebben. Als je terugkijkt naar Hartedief. Ja. Ik ben verdrijfzaam naar L.A. gevlogen, weet je wel. De videoclips waren ontiegelijk geweldig. Ze waren echt zo enthousiast over dat ze mij hadden getekend. Dat ze echt all-in gingen. Weet je? En dat is echt... tot op de dag van vandaag spreek ik... André, nog en we hebben het er nog over. Oh, wauw. Het is zo prachtig. Van, weet je nog wat we neer hebben gezet? En ja. Zo zie je maar hoe mooi dat is. Weet je wel, Brace was echt een liefdesproject. Het was, iedereen vond het tof om daar aan mee te werken. Maar hoe was die energy toen je daar het getekend van de andere guys die ook wilden tekenen? Van een Lange Frans en zeg maar ja, Ari. Maar je weet, ze wisten al. Maar je moet het toch proberen. Toch? Ja. Je weet toch? Natuurlijk zijn ze blij voor me. Ja, je hebt gewonnen. Je weet toch, maar hun hebben ook een klein labeltje die net opstartende is. Ja. Weet je wel? Maar ik heb de juiste keuze gemaakt. Ali was een beetje pissig. Maar bro, that's life. Ja. Weet je wel? Hij is de eerste man die zakelijk is geweest altijd. Weet je wel? En het is me altijd gegund. Aan alle mooi. Kanten. Ja, mooi. Mooi. En, maar wat ook interessant, zeg maar, bijvoorbeeld die sound die je toen hebt gemaakt. Was voor mij, ja, George heeft bijna alles gemaakt, toch? Ja. Het is echt de Giorgio sound. Dat is echt een hele... Shout-out aan Giorgio, man. En, maar daarna heb je nooit meer, bijvoorbeeld jaren daarna, nooit meer die sound nagemaakt. Heel vaak heb je mensen die bijvoorbeeld na jaren weer terugkomen van... Hey, laat me even die sound die ik toen heb neergezet met Giorgio Tuinvoort, laat me dat weer terugbrengen. Je hebt nooit meer die sound opnieuw uitgebracht of gemaakt. Is daar een reden voor? Ja, dat ten eerste is die sound bijna niet na te maken. Daar heb je natuurlijk echt Giorgio voor nodig. Ja. En ten tweede, dat was mijn hoogtepunt, weet je, van mijn carrière, was toch dat moment. En ik geloof niet dat je iets meer kan maken, weet je wel. Ja, ik geloof daar niet in. Ik denk dat Jody Bernal, Casey Keno nooit meer kan maken. Ja. Ik denk dat een Def Rijm schudden tot de grond nooit meer kan maken. En het heeft ook met Frenna, het heeft met, weet je, drank en drugs gaan die boys nooit meer kunnen maken. En dat is ook niet erg, weet je wel. Je gaat er verder in. Je kan wel een 3.0, een 4.0 maken, maar daar heb ik ook eigenlijk nooit mijn energie in gestopt. Omdat, een turbulent leven, weet je wel. Ik ben heel bekend geworden en ik heb drastische keuzes gemaakt. Ik stond aan de top van mijn carrière, net Dilemma uitgebracht. Een half jaar later kwam ik vast te zitten. Weet je wel, door domme keuzes, onwetenloze acties in mijn eigen leven. Ja. Omdat ik zelf ook de kans niet had om te groeien. Ik denk dat ik naast mijn schoenen ging lopen. Hoogmoed komt natuurlijk ook voor de val. Maar dat is ook een periode die ik nooit heb begrepen. Ik heb het natuurlijk op afstand meegemaakt, want je leest erover. Ja. Maar dan zie je dat in de krant voorbij komen. Ten eerste stond er opeens rapper Brace. Ik denk, sinds wanneer rapt hij? Hij is gewoon zanger. Ja. Maar gewoon, he's black. Maar het klinkt ook mooi, toch? Rapper Brace in de gevangenis. Zanger Brace in de gevangenis is nog een beetje sympathie. Ja. Je hoort zanger Brace. Het klinkt niet lekker. Weet je wel? Dus, maar zo, dat zijn ook weer mooie dingen. Of ja, mooi in ieder geval. Nee, maar het was wel een periode. Ik denk, wat ik nooit heb begrepen, ik denk mensen ook niet van, hoe kom je van het punt dat je hits hebt, goed contract, goede money gekregen. Je kan overal optreden waar je wilt. Maar hoe kom je in een situatie het was niet alsof je broke was. Nee. Als je broke was, had ik hem ergens kunnen... Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus dat was meer... Kijk, weet je, het was wel een tijd. Het was niet meer mijn top. Dus het was niet meer mijn top. En natuurlijk viel Spotify... Van mijn Spotify, cd-verkoop viel weg. Want mensen gingen illegaal downloaden. Ja. Dus sowieso het geld van mijn cd-inkomsten kwam niet meer echt binnen. Maar dat was niet het hoofdprobleem. Het hoofdprobleem, ik heb gewoon domme keuzes gemaakt. Ja. Het heeft eigenlijk niks met de situatie. Ik ben voor een vriend, ben ik eigenlijk mezelf gaan inzetten.
terwijl dat niet eens hoefde. Ja. Dus ik geef een voorbeeld, Fernando. Ik ga het in een dopje uitleggen. We zijn drie vrienden onderling, ja? Jij bent een vriend van mij, er is iemand die huurt jouw huis. Dat is ook een vriend van ons. Wij twee gaan lekker naar Ibiza, we gaan een nieuwe zaak opzetten. Weet je wat, wij twee als twee vrienden gaan een nieuwe zaak opzetten. We verhuren dat huis aan die vriend, toch? Hou het huis netjes, betaal gewoon de huur, we hoeven niet extra meer, geen probleem. Zo gezegd, zo gedaan. Een half jaar later komen we terug. Nu blijkt dat die jongen een half jaar een nepafschrift heeft gestuurd naar die vriend van mij. En het huis niet heeft betaald, dus het huis is blijkbaar op de veiling terechtgekomen. Een wietplantage erin gemaakt en noem maar op. Hij heeft die jongen echt benadeeld, weet je wel. Terwijl die jongen ging bijna trouwen, vond het heel erg. Het was mijn vriend. En ik ben zo met vrienden. Als er jou wat overkomt, voel ik heel erg mee. Daarin heb ik de keuze gemaakt om een confrontatie op te gaan zoeken met degene in kwestie. Ja. Ja. Dat is de grootste fout die ik heb kunnen maken. Omdat het is niet eens mijn probleem. Dus dat maakt het verhaal nog triester. Ja. Het ging niet eens om mij. Het ging niet om mijn succes. Het ging niet omdat ik het nodig had. Het ging gewoon om de drang om voor mijn vriend op te komen. Wat op zich mooi is, maar het viel gewoon nu verkeerd. In de zin super, van. Het viel super verkeerd. Ja. Want uiteindelijk in de rechtbank heeft die vriend ook stijf zijn mond gehouden. Heeft niet gezegd van hé, maar hij wou mij echt helpen. Weet je wel? Voor het onderzoek heeft hij ook zijn mond stijf dichtgehouden. Waar ik me. Oh wow. Weet je wel? Dus zo zie je maar de keuzes die je maakt. En het is niet erg, want ik vergeet en vergeef. En ik vergeet het ook, omdat het. Het was nodig volgens mij in mijn leven dat moment. Want het kon ook misschien nog veel erger uit de hand lopen. Ja, dat lijkt me wel een heftige confrontatie. Net als hoe je het gesprek begon. Van toen je dus zag dat je niet alle vrouwen kan vertrouwen. Dat, zeg maar, dat je niet op woorden moet letten van mensen. En nu kom je, zeg maar, een andere situatie tegen. Precies. Waarbij jij in je emotie volledig gaat voor een vriendschap. En jezelf in een fucked up situatie zet. Maar dat is aan de andere kant is het ook mijn eigen. Kijk, weet je wat het is? Want ik kan makkelijk de mensen de schuld geven. Nee, uiteindelijk is je eigen. Het is mijn eigen onnozelheid en mijn eigen. Ja. Want we leven niet meer in een. We leven niet in een sprookje. En omdat ik heb echt een mooie jeugd gehad. Zussen, moeders, dansen, lachen. En ik heb natuurlijk wel een stukje de straat gezien. Maar ik geloof altijd in goed, weet je wel? En ik hou ervan om voor mijn mensen op te komen en ervoor te staan. Dat was een slechte keuze geweest. Ja. Omdat ik. Ja, je kan niet. Je kan natuurlijk een mening hebben over mensen. En je kan voor ze opstaan, maar je kan niet alles voor ze doen. Ja. Weet je wel? En achteraf, is dat wat er is gebeurd. Ik heb 12 maanden daarvoor vast moeten zitten. Hoe crazy was dat? Vastzitten? Ik bedoel, ik heb. Niet één keer vastgezeten of zo, maar ik ben een keer, zeg maar. Ik had met Mario Cash ook een Real Talk opgenomen. Toen hebben we het opgenomen in het huis van bewaring, waar hij in het verleden heeft gezeten. En toen liep ik in die cellen en toen kreeg ik een heel koud gevoel van. Ik zou niet eens 1 of 2 dagen hier redden. En ik weet van mezelf, ik ben mentaal heel sterk. Dus ik kan me niet voorstellen hoe een guy als jij, die dat nooit gezien hebt, die dan opeens 12 maanden moet gaan zitten. Ja, weet je wat het is? Er zit ook, kijk, ik weet, er is bij mij nog wat gebeurd. Weet je wel? Er zijn mensen die onschuldig zitten. Dat lijkt me nog veel erger. Kijk, uiteindelijk, elke situatie waar je terechtkomt, het is precies hoe je zegt. Mensen, ik geloof erin dat jij krijgt wat je aan kan. Ja. Mens krijgt wat hij aan kan. En het is geen leuke situatie. En ik kan er nu makkelijk over terugpraten, omdat het is al 13 jaar geleden. Dus het is niet meer zo dicht bij mij als dat ik het dat toen ervaarde. Maar ik heb wel gezien dat ik een heel mooi mens ben van binnen. Want toen voelde je dat? Of? Ja, zeker. Zelf toen ik alleen was, in de ergste situatie dat ik mijn hele carrière kwijt zou zijn, had ik pijn en verdriet. Ik vond het heel erg. Maar hoe gek het ook is, ik geloofde altijd wel dat het ergens goed zou komen. Zelfs toen je vast zat? Zelfs toen. Oh, wauw. Dat is echt optimistisch. Ik ben echt een optimist. En ik zou denken, mijn moeder. Ja, ik had iedereen, maar natuurlijk. Ja. Iedereen die je verdriet om je heen doet. Ja. Ik weet dat aan de hand is. Ja. Maar ik heb ook gezegd, oké. Dus ik zat daar binnen, ik zeg, oké, alles buiten gaat fout. Mijn moeder verdrietig, kinderen verdrietig. Iedereen verdrietig. Maar wat heb ik eraan nu op dit moment? Wie ga ik nu helpen
om mijzelf nog kutter te voelen. Ten eerste help ik mezelf er niet mee. Ja. Ik kan mensen hun gevoel daarbuiten nu niet weghalen. Ja. Kan ja. ik nu niet. Ja. Wat moet ik gaan doen? Ik moet schakelen. En dat moet iedereen doen in het leven. Want ik zat vast. Mensen raken hun kinderen kwijt nu. Aan de andere kant van de wereld. Vele gezinnen. En ik heb dat altijd gehad. Het kan altijd erger. En ik kan nog praten. Ik kan hier nog zitten. En nog nadenken. Hey, what the fuck heb ik gedaan? Sommige mensen kunnen niet. Ja. En ik ben blij dat ik dat altijd in mijn lichaam heb. Ik was jong, gaf ik altijd iedereen de schuld. Heel makkelijk. Ja, en hij heeft mij dit. Jij bent een idioot om daar te gaan. Ik ben het. Als ik een fout, als ik weer met een probleem heb, ik ben het. Want ik moest al deze ervaringen wat ik mee heb gemaakt in mijn leven, moet ik nu wel. Ik weet, ik ga nog fouten maken, maar ik ga mezelf als een idioot zien. Want als ik met idiote mensen omga, ja, gaan er idiote dingen gebeuren. En zelf als je met goede mensen omgaat, gaan er idiote dingen gebeuren. Maar dan kan ik het ietsje meer accepteren dan dat ik mijn eigen keuze heb gemaakt om weer daar te gaan. Ja. Of om weer met die om te gaan. Het heeft gewoon geen nut. Ik kijk heel erg naar mezelf, weet je wel. En dat is ook zo sterk. Want pijnlijke momenten heeft iedereen. Iedereen heeft zijn kruisje, bro. Iedereen heeft zijn kruisje. En ik zie het mensen als ik kijk om het om te zetten in kracht. En ik kan hier met je praten over hoe donker en hoe kut het waar was in de nacht. Mensen schreeuwen, dit, dat. Ja, maar daar hebben we allemaal niks aan. Ik heb het overwonnen. Ik ben daar geweest. Ik heb mijn straf gezeten. Ik heb veel les eruit getrokken. Ik heb gezien dat mensen om me heen, ook mijn fans, ook iedereen, je heel erg kunnen laten vallen. Weet je ja, merkt je dat? En natuurlijk. Oh. En het is ook logisch, want er komt op het nieuws komt er, ja, Brees ontvoering, Brees dit, Brees dat. Terwijl, als ze weten hoe het verhaal in elkaar zouden zitten, hadden mensen kunnen zeggen, hij is fout, maar ik kan me nog wel voorstellen. Maar als je alleen een grote kop ziet, ja, Brees, kid, opgepakt voor ontvoering. Ja, ik zou me ook niet meer... Ik heb ook altijd het gevoel gehad dat je nooit echt je verhaal hebt kunnen uitleggen. Ja, maar dat is zo grappig van de media. Wanneer de kop eraf is, is de kop eraf. Kan je uitleggen wat je wil. Mensen luisteren niet meer. Mensen gaan niet meer naar jouw verhaal. Je hebt iemand ontvoerd. Jij moet op het strafbankje zitten. Je had alles wat je wou. En dan wil jij nu nog praten? Bro, ga rustig zitten, man. Ga wachten, man. Want jij komt meer aan bod. Je hebt het verpest. Zo, dat is wat het eigenlijk... En ik ben zo koppig, bro. Ik ben zo koppig dat ik tot op de dag van vandaag nog steeds geld verdien met muziek. En het is niet Nederlands hier. Mensen, als je iets fout doet in Nederland, dan kom je op een strafbankje te zitten. Weet je, want mensen draaien je niet meer op de radio. Mensen gaan echt er tegenin. En ik heb het meegemaakt. Het is lang in Macau. Hoe lang heb je daar last van gehad dan? Je krijgt natuurlijk geen airplay meer. Weet je, je wordt niet meer uitgenodigd van... Hey Brees, mooi man. Prachtige projecten gedaan. En zullen we nu even praten over hoe mooie tijd was? We hadden me uitnodigen, maar dan ging het weer over het stukje gevangenis natuurlijk. Ja. Weet je wel. En het is allemaal... als ik er nu op terugkijk, denk ik... Wauw man, ik had het nodig. Ja. Weet je wel? Ik had het echt nodig, want het maakt je zo sterk. Het maakt me nu ook met tegenslagen... Ik kan zo goed schakelen. Want je kwam uit de gevangenis en toen op een gegeven moment had je een normale baan, toch? Je ging in de winkel werken, nee, toch? Heel mooi, want ik kwam uit de gevangenis. En zo zie je maar weer Ali. Die zegt, hey, luister bro. Weer die ongelofelijke geloof waar niemand meer in me geloofde. Kwam Ali weer, bro, je bent dik geworden. Je bent al bijna 115, 20 kilo aangekomen. Je ziet er niet uit, maar we gaan het toch weer proberen. Bro, goud waard. Hij nam me mee naar een theatershow, weer van hem. En ik hoefde maar één nummertje te zingen in die 2 uur dat hij stond. En ik had een maand salaris, weet je wel. Dus hij heeft me echt laten zien van, bro, ik ga je bovenop. Dat is wel dope, man. Is super dat dope. Ziet hem echt. Dat vind ik echt. Dat, bro, het mooi, spijt me erg. Iedereen mag zeggen van hem wat ze willen. Bij mij, toen ik op zijn diepst zat... Toen ik het echt het meest nodig had, was hij er voor mij. Je weet toch? En dan mag iedereen zeggen wat ze willen. I don't care. Ik was daar kapot. In mijn eentje. Ik kon mijn kinderen niet te eten geven. Ik kon met de bias. Iedereen had scheid aan mij. Brees, dikke Brees. Maar wat ga jij nog doen? Je gaat niks meer betekenen, bro. Deze rare Marokkaan is naar me toegekomen. Heeft mijn salaris aangeboden. Hij zegt, je gaat mee met mij. Maakt niet uit hoe. Hij heeft het geflikt. Op. RTL Boulevard met zijn hoofd. Ja, ik ga Brees weer tekenen. Niemand zit erop te wachten, bro. Maar hij doet het wel, weet je toch? Mooi, man.
vond het echt. Dat is een hele mooie eigenschap. Super. Dat is loyaliteit. Dat is een soort loyaliteit. Dat is, ja, man. Daar, tot op de bord. Ja, 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 ja. En toen zag ik, oké, man, wow, dat is een ander niveau. Totdat je ja, aan het toeren bent en je ziet, maar dat was lastig voor mij. Van iedereen kent Ali, want Ali is de grootste guy hier nu, je weet ja. En ik ben maar gewoon maar die dikke Brees geworden. Oh, dus dat had ook een mentale soort... Mentaal ging ik kapot, natuurlijk. Weet je wat? Ik moest komen opdraven, pap op show. Dit, dat, ze zo. Ze konden mijn brownie Dutch niet meer uit elkaar halen. We waren even dik. Ik ging kapot. Hey brownie, hey fuck up. Jeet dat. Ik bedoel, man. Brownie, heb je bril af? Nee. Brownie is daar, man, bro. En dat je Daryl mooi boy nog. Je weet toch, het klopte niet meer, man. Die hele Brace effect was eraf, man, bro. Ik ga het niet zeggen. Maar het was breed. Maar hoe heb je dat toen? Want op een gegeven moment, ja, je maakt money. Maar dan op een gegeven moment, dan valt het kwartje van... maar wacht even. Het Brace effect van zoveel jaar geleden werkt niet meer. Het is nu anders. Hoe heb je dat, zeg maar, gebalanced voor jezelf? Nou ja, kijk, en Ali is natuurlijk, hij geeft je werk, maar hij is niet de makkelijkste werkgever, weet je wel. Je moet op tijd zijn en het moet als hoe hij ging. Ja, toen was ik moe van, waar de hele tijd backup rampaneren te zingen. Je weet toch, ik werd er gewoon gek van, je weet toch, die pokoes de hele tijd backup te doen. En dan die refreintjes die ik moest zingen, ja, ik weet toch. En het duurde, dacht ik, nee man, dit is echt junta. Ik heb nog nooit muziek zo als werk gezien. Ja. Bro, toen heb ik gewoon eerlijk gezegd, mijn vrouwtje schrok echt ervan. Ik zei, luister schat, ik ga stoppen man, bij Ali man. Ik ga ermee stoppen, gewoon. Ik ga gewoon werken. Ik ga gewoon, het maakt niet uit wat ik ga doen, ik ga gewoon werken. Toen ben ik een op de andere dag, heb ik gewoon gezegd. Het werd me te veel, een keer bij optreden kwam ik te, zo zie je hoe onredelijk ik was ook. Ik kom te laat bij zijn optreden, hij wordt boos. Nu weet je, ja, boos. Ik geef gewoon die microfoon. Ik zeg, zoek het lekker zelf uit. Ben ik weggegaan. Vanaf toen hebben we niet meer, hadden we geen contact meer. Dus toen ben ik gaan werken. Maar er moest geld binnenkomen, bro. Ja. Mijn vrouw zegt, hey, luister, Nederlandse vrouw, je weet al, die maken geen grap. Hey bro, het is leuk, maar nu, je geeft gewoon bijna 3-4k, geef jij weg. Hoe ga jij nu doen? Want we hebben wel een huis. We hebben allemaal spullen. Die we moeten betalen, auto's, hoe ga je doen? Ja, ik denk, ja, ik vind wel wat. In mijn leven is het altijd wel weer goed gekomen, maar zo werkt het natuurlijk niet. Na een week, 2 weken... was er niet meer te pruimen, bro. Dus foutief, man. Het was foutief. Het moest werken, man. Anders ging het fout. Dus nu, zij werkt in de horeca. Ik zeg, ja, en je gaat maar even zoeken naar afwasser. En je gaat dan maar gewoon afwassen. En ging je dat doen? Bro, ik had geen keus. Ja. Hoe ging je dat doen? Ik moest de huur betalen. Ging je dat doen? Nee, maar in jou, maar je moet je voorstellen, want je hebt ook nog in je achterhoofd, ik ben Brees. Bro, dat zeg ik je. Het waren allemaal... Gekke dingen in mijn broer. Ik zeg je eerlijk, gekke tijd. Maar ik moest het doen, want ik had de keuze gemaakt om me niet meer zo te voelen. Ik ging liever in de keuken staan, bro. Ja. Ja, afwasser, dan dat ik nog 1 keer rampaneren moest meebekken, opbekken. Ik kon niet meer. Ik kon het niet meer doen. Ja. Dus ik heb de keuze gemaakt om daar toch te gaan. Wauw. Liever afwasser dan rampaneren, bro. Bro, maar ik ga je vertellen, dat is ook de beste keuze geweest. In mijn leven. Waarom? Omdat ik toen zag, daar heb ik geleerd, dat het maakt niet uit, man. Jouw beeld over jezelf of hoe mensen naar jou kijken, bro, is onzin. Dat is de grootste onzin die er bestaat. Bro, ik leefde voor mensen. Hoe denk jij, die mensen, waarom leef ik voor hun? Ja, ja. Ik werkte, weet je hoe gelukkig ik die periode was toen ik daar werkte? Ik had mijn vastigheid, ik had geld, mijn vriendin was vrolijk, we werkten samen, waren veel samen. Ik had een leuk team die me opving, weet je wel, maar ze wisten, ik was hangen. Maar ze deden zulke leuke dingen voor me. Ja. In de keuken, een keer diep ik uit de keuken, toen vroeg iemand, oh, is dat Brees? Toen zei die eigenaar van die tent, weet je wat, ze zeggen, ja, hij is de mede-eigenaar hier. Weet je wel, ze hadden zoveel liefde voor me. Ja. Terwijl ik dacht, dit is de ergste, dit is, lager kan ik niet zakken. Maar bro, ik ben zo hoog geklommen. Ik kon wat opbouwen voor mezelf. Ik had weer centjes op zak. Ik was weer een normaal persoon, man. Mooi, man. Een normale een mens die gewaardeerd werd omdat hij gewoon... Hij was wie hij was, je weet toch? Ja. En ook dat ik met mijn schaamte vocht.
Natuurlijk voel je je schaamte enorm. Met breed, met zakje in de keuken af te wassen. Maar ik vind mezelf zo sterk. Dat ik tegen mezelf heb gekeken in de spiegel. Ik zeg, maar hey bro, jij rijdt wel een lekkere auto. Je vrouwtje is blij. Die kleine heeft pap en eten. En je draait mee. Ja. Weet je nog toen je vast zat? Toen niemand met je wou zijn. Nu heb je gewoon een baan, bro. Ja. Weet je wel? En dat zijn die stappen geweest. En voor mij ook mijn hoogmoed heel erg getemperd is. Zo ben ik gaan komen, ben gaan gaan werken. Op een duur heb ik wat geld gespaard. Ben ik wat technische werkzaamheden gaan doen. En toen had ik genoeg geld gespaard om aan de Voice mee te gaan doen. Want dat duurt natuurlijk een half jaar lang. Ja. En als je dan geen werk hebt en niemand die je support, is het bijna de Voice. En waarom wil je aan de Voice meedoen dan? Omdat dat was de enige. Er is me al een paar keer gevraagd of ik mee wou doen aan de Voice. En ik vond dat gewoon een goed moment. Ik kon eindelijk mijn gevoel in muziek zetten. Weet je wel? Ik had ook aan de Voice mee kunnen doen en een Boys to Men kunnen zingen. Maar ja, dat was cliché geweest. En mensen zouden denken, hé, mooi. Maar ik ben Robert Long gaan zingen, Flink Zijn. En een liedje is van Robert Long. Die tijd was Robert Long homo. En dat was voor hem al heel een moeilijke tijd. Volgens mij jaren 80, jaren 70, 80. Ja. Weet je, dat was een beetje gek. En hij was heel... Hij was heel fel met al zijn teksten. En hij werd niet heel veel hij kreeg niet heel veel airplay, laat ik het zo zeggen. Hij werd niet veel gedraaid, hij was echt een underdog. Omdat zijn teksten waren hard. En altijd met een glimlach en een knipoog. Flink Zijn was een heel emotioneel liedje. Maar textueel, pakkend. Ja. Ik zingen, oefenen. En ik heb hem een beetje, ja, ik heb hem soulish gemaakt. Soulish ingezongen, weet je wel. Want we wonen in Nederland, dat moeten we ook niet meer vergeten. Ja. Ik weet, de Nederlandse taal is in Nederland belangrijk. Ik ben ermee opgegroeid. Dit is wat ik moet gaan doen. Ik breng het op mijn eigen manier, maar wel een klein stukje van Nederland. Ja. Weet je wel? Ja. Ja, dat is eigenlijk ook de beste keuze geweest die ik heb kunnen maken. Want toen ik de Voice aan de Voice meedeed en iedereen had die auditie gezien. Ja, toen begonnen voor mij weer positieve ogen naar me te kijken in een positieve vorm. Ik denk als ik het anders had aangepakt en ik zou een heel stoer nummer doen of iets wat mensen al bij me hadden gedacht, zou het niet bijzonder zijn. Maar dan kom je daar en zie je Ali weer. Dat was de eerste keer. Dat was weer de eerste keer nadat ik mijn microfoon weg heb gegeven. Dus, in een jaar, hoe lang zit dat tussen? Twee jaar. Twee jaar, wauw. Tweeënhalf jaar. En dat was de eerste keer dat je hem gewoon zag? Ja. Oh, wauw. Dat was de eerste keer dat we elkaar weer in de ogen keken. Ja. Crazy man, die. Maar ook gewoon, maar dat het zo. Je hebt echt een interessant leven. Dat je op een gegeven moment van de ene uiterste naar de andere uiterste. Maar uiteindelijk heb je volgens mij jouw balans gevonden. Ja, man. Dat moest je zoeken. Volgens mij, die humbleness in jezelf. Ook dat, maar ook gewoon omgaan met die situatie. Want die situaties gaan komen, man, bro. Er gaan situaties in jouw leven komen, broer. Waar we nog niet over na willen denken. Maar wat mooi is om over na te denken, is hoe gaan we ermee om? Ja. Wat creëert jou? Wat maakt jou de man op jouw sterfbed dat mensen zeggen, wow man, ja, jij bent sterk, jij bent hard, jij kan rust geven. Ja. Ik wil dat mijn kinderen dat graag bij me voelen. Ze komen dat ze met een man praten die ze rust kan geven. Ja. Die emotioneel intelligent is om ze genoeg de vertrouwen te geven dat het wel goed komt in elke situatie dan ook. Ja. Weet je wel? En ja, ik ben blij man dat ik die emotionele vooruitgang... Want dat heeft uiteindelijk voor mij het meeste geld. Als je goed bent in wat je doet, ja. Als je ambitieus bent, ga je altijd geld verdienen. Ja, geloof ik ook. Ja. Ik geloof als jij te veel jaagt op geld, komt die niet. Ja. Wanneer jij gewoon doet waar je goed in bent en je hebt echt passie, bro, zit ik nooit zonder geld. Ja. Zodra ik het heel graag wil, kom ik altijd zonder te zitten. Dat is heel gek. Maar hoe heb je die... Want op een gegeven moment heb je dus aan de Voice meegedaan. Toen ben je dus even gestopt. In de horeca waar je toen werkte? Ja, toen ben ik gestopt. Ja. Ik denk, ja, kijk, weet je wel, ik moest een traject doorheen. Ja. En dat was gewoon 6 maanden. Dus daar, en met de Voice, als je daar meedeed, dan mag je gewoon, kan je niks eraan. En daarna, ben je weer daarna, want hoe heb je je carrière weer opgepakt? Want je zingt nu weer. Toen ben ik, derde geworden in de Voice. En toen kwamen de boekingen natuurlijk weer binnen. Ja. Veel door het land, heel veel opgetreden.
En wat voor liedjes moest je toen zingen? Zeg maar de Brace Brace songs of ging je meer covers doen? Ik zong eigenlijk een combi van. Ik zong de Brace songs, die vonden mensen ook wel leuk, want je had natuurlijk publiek erbij. En ik keek naar het publiek wat ik kon doen. Dus ik had nu een soort van 2-3 concepten die ik kon zingen, maar ik zong ook een tuintje in mijn hart. Ja. En gewoon dingen, ik kon op feesten, ik kon op pleinfeesten komen. Ze konden me eigenlijk, ze konden me overal boeken nu. Ja. Weet je, niet alleen die hip-hop brace konden ze boeken, of die urban brace, ja, of die R&B brace. Nu konden ze ook, hey, voor een leuk Hollands feestje, brace zingt ook tuintje in mijn hart, brace zingt ook Parijs. Ja, ja. Hey, leuk man, hey, leuk man. Hi Hans, brace hier man, top, zingt half uurtje, leuke stem, kunnen meezingen. En zo begon mijn doelgroep gecreëerd te worden weer. Van, hey, tof. Brace is ook leuk voor op een feestje. En toen kwam je met een nieuwe doelgroep ook in. Dus. Dat was nog niet echt een nieuw. Het was een nieuwe doelgroep, maar het was nog een theaterdoelgroep. Ja. Weet je wel, ik kon de theaters in met mijn mooie ballads. En ik kon mijn verhaal vertellen over wat er allemaal was gebeurd. En toen kwam corona, man, bro. Ah, ja. Ja, dus het ging super lekker weer. Ja. Totdat corona weer kwam. Ja. Ja. En toen, hoe ging je daarmee om? Dan moest je weer. Hoe kwam je toen aan geld? Of had je toen genoeg gespaard? Ik had toen sowieso een buffertje opgebouwd. Ja. Maar toen dacht ik: oké, we moeten wat doen. Ik ben slim, want ik had nog geen publishing deal nog getekend. Ja. Dus ik denk: shit man, ik denk: oké, wat ga ik doen? Alles gaat dicht. Ik ga nu een publishing deal tekenen. Maar dan krijg je natuurlijk geld vooraf. Krijg je voorschot. Ja, slim. Hij ging naar een paar partijen. Ja. Het was niet echt dat ding wat ik wou. Ja. Totdat ik bij Berk Music kwam. Maar Berk Music was echt, bro, dat is echt Brabantse muziek gewoon. Dat is gewoon echt. Hun hebben carnavalmuziek en Snolle Bollekes is bij hun getekend. Okay. Django Wagner. Gewoon echt de Hollandse tak van de Hollandse tak. Ja. En maar hij had er zoveel vertrouwen in dat we iets leuks konden maken. En ik begreep niet, man. Ik denk, kan deze man in mij vertrouwen, man? Ja, ja. Hij gaat me zo als een Travassie neer willen zetten, 100%. Ja. Je dacht, Travassie-pokken komt er. Travassie-pokken, maar ik ga je eerlijk zeggen, ik had die money echt nodig. Ja. Ik had die money nodig, want ik weet, als we lockdown... En Travassie is legendary, hè? Dat zeg ik, get it twisted. Ja, man. Die hebben gekke boekingen. Maar jij dacht van, tot op de dag dat hij jou in die categorie ging zetten. Omdat ik mezelf weer in een gevoel had gezet. Ja. Hey, dadelijk ga ik Travassie pokus maken. Puntje bij paardje nu getekend. Ik neem met een lievelingsartiest van hem, Jeffrey Heesen, neem ik een pokoe op. Hij zegt, ga gewoon in met hem in de studio. Ik denk, kijk hier weer iets, weet je wel. Ja. Maar ja, die voorschot was overgemaakt. Dus ik moest gewoon de studio in op. Ja. Ik de studio in, bro. Ga je eerlijk zeggen, ik kom met een van de tofste guys. Die ik nu in mijn leven heb ontmoet, is Jeffrey Heesen, man. Oh, serieus? Ja, we kwamen de studio in en we gingen gewoon gelijk muziek maken. Ja. Weet je? Gewoon zonder zijn mening, zonder mijn mening. Ik ging gewoon viben. Ja. En ik denk, weet je wat, wat zullen die Nederlandse mensen leuk vinden? Ja, weet je, we gaan zo vechten over een meisje, weet je. Dat is wel leuk. Er is nooit eigenlijk een bruine jongen zo met een blanke keel iets gemaakt. Dus we moeten een beetje... bobbeling, een beetje saus van mij en moet er een beetje Hollandstalige jou van jou erin. Zo hebben we die pokoe gecreëerd, broeder, ik ga je eerlijk zeggen. We hadden hem in corona gemaakt. Hij kwam uit de dag dat de terrassen weer open gingen. En ik weet niet wat er op Spotify gebeurde, maar hij ging zo hard. Ja. Hij kwam op alle radio's in Brabant en omgeving. Zeker. Kwam hij op nummer 1 en ik had weer een nieuwe doelgroep. Zeker. Weet je wel, dus het is voor mij is het heel, het is heel gek gelopen. En een nieuw verdienmodel, want zeg maar, het is een ander publiek. Ja, het is een supermooi verdienmodel. Ja, zeg maar, je hebt jezelf opnieuw uitgevonden, een nieuw publiek. Waardoor je ook op andere soort feesten ook geboekt kan worden. Heerlijk, en het publiek is toegankelijk. Want het is niet, ik sta op bruiloft, trouwerijen, communies. Weet je wel, het geld is al uitgegeven. Dus ik sta niet meer in discotheken waar mensen nog geld op jou moeten verdienen. Weet je staat op de flyer en mensen moeten nog geld verkopen en de kaart verkopen is slecht gegaan. Bij mij, ik kom altijd in een warm bedje. Mensen zijn blij, gaan trouwen. Een kind wordt gedoopt, weet je wel. Het is,
En dan doe je dat, als je dat minimaal 90 keer per jaar doet, dan mag je echt in je handjes klappen. Weet ja. Ik ken heel veel artiesten die heel succesvol zijn. Maar de boekingscircuit is wat minder, weet je wel. Als je jongeren hebt, het budget is wat lastiger te boeken. Dus dan moet je een evenement hebben om je te boeken. Ja. Ik ben nu echt ben zo blij dat ik hiervoor heb gekozen. Omdat het geeft gewoon rust. En, en ik kom op de leukste plekken. Ik kom altijd bij mensen die blij zijn en een feestje vieren. Freaking vet, man. Ja. Maar alles is gewoon, je hebt alles gewoon rechtgetrokken. Je leven vanuit jongs af aan. Wat je zegt, op een gegeven moment woog je 120 kilo. Heb je ook goed afgetreden? Ja. Helemaal, ja, ik heb een maagverkleining. Ik ben een maagverkleining. Oh, heb je ook nog gedaan? Ja, ik heb een maagverkleining gedaan. En, maar waarom? Omdat het... Ja, het schoot uit. Het was gewoon, het ging te gek, man, bro. Ik woog 120 kilo. Ik ben 1,75. Weet je, mijn knieschijven deden pijn. En het eten. Ik verslaafd aan eten. Emotie eten, weet je wel. Ja. Eten. En het ging niet. Totdat ik op internet ging zoeken van maar ik moet echt iets doen. Dus... Maar best wel een heftig ingreep, toch? Super heftig. Ja, super toch? Heftig. Maar zo zie je, maar ik doe dingen en ik weet niet eens dat... Ik hoor dat het heftig is, maar als ik iets wil, maakt het mij niet uit wat heftig is of niet heftig. Dus waarvoor mensen zullen zeggen, oh, ik durf het niet of ik ga wel. Maar als ik iets in mijn hoofd heb en ik heb gezien, dit is wat ik ga doen en wat ik wil. Dan hoe heftig het ook kan zijn, ik geloof er dan zo erg in dat het goed komt. En dat het, weet je wel, dat ik het verdriet niet zal meemaken. Want als het dan niet goed gaat, dan ben ik er niet meer. Ja. Begrijp je wat ik bedoel? Dus dat zou het stom zijn om te hoe gaat het wel? Want je bent er niet meer. Dus voor jou, het is voor je familie. Want hoe erg is je leven daardoor veranderd? Zeg maar, kan je bepaalde dingen niet meer eten? Raak je nu sneller vol? Hoe zit dat dan? Nee, ik heb... in het begin was het heel lastig. Kon je niks eten. Maar nu, ik moet gewoon rustig aan doen. Ja. Ik kan gewoon weer lekker eten. Drink van alles. Maar niet te veel, want je maakt... Nee, niet te veel, want... Ja. Maar ik ben er nu weer aan gewend, weet je wel, wat niet te veel is. Maar ik kan niet eten en drinken tegelijkertijd. Nee? Nee, maar dan dat komt het naar boven. Oké. Maar ik ben ermee, heel veel mensen hebben er soms last van, maar bij mij is het echt goed gedaan. Ik heb het in Turkije laten doen, bij echt hele goede mensen. En het is, ik heb er echt geen last van, man. Oké. Ik ben blij. Ja, maar dope, man. Ik vind het tof aan je verhaal, zeg maar. Wat ik zeg, het heeft allemaal vorm, zeg maar. Je zit lekker in je vel. Ja. En ook als vader, hoe ben je als vader? Hoe is Brees als vader? Ben je streng? Ja, ik ben echt een vader. Weet je wel? Ik denk dat als je aan mijn kinderen zouden spreken, dat ze niet echt een. Ik zou ook wel een vriend zijn, maar ik ben meer een vader. Weet je? Omdat ik heb gewoon gezien dat het nodig is. Ja. Dus ik heb kinderen en ze zijn allemaal. Ze zitten allemaal van 15 tot en met 3. En het zijn allemaal mensen in Almere en Amsterdam. Kinderen in Almere en Amsterdam. En de jeugd is gewoon wat anders. Ik was vandaag met mijn zoontje weer. Ik vroeg hem, kom je mee met papa? Hij had studiedag. En hij zit liever gewoon op zijn telefoon, weet je wel. Kijken. Het is gewoon ambitieusloos. Ja. Dus dan zijn, terwijl ze ambities hebben en talent. Maar het is anders. Dus ik probeer wel echt een beetje streng te zijn. Ja. En gewoon dingen zoals ze zijn, recht zoals ze zijn. Want hoeveel kinderen heb je? 2, 3? Ik heb 6 kinderen. Wat? Ja. Oh shit, in welke leeftijdscategorie dan? Ja, van 15 tot en met 3, man, bro. Oh wow. Ja. Komt er nog een 7e? Ja, het zou best kunnen, man. Oh, je still producer? Nee, ja, ik ben bro, je weet nooit, dat is Gods werk. Hè. Ja, ook jouw werk. Je kan ook knippen. Nee, we gaan niet knippen. Nee, deze zullen we nooit doen. Nee, waarom zou je knippen, man, bro? Kijk, en in mijn geval is ook weer zoiets. Ik heb maar 1 kind daadwerkelijk uit een relatie. Dus alle andere 5 kinderen zijn eigenlijk uit een soort one-night stand. Echt? Ja. Dus deze relationship gewoon... Ja. Je was gewoon... Ik ben gezegend met een mooie step. Gezegend met een mooie step. Oké. Poep. Maar is het wel cool met de baby mama's in de zin van kan je wel... Ja, zeker. Oké, dat is natuurlijk belangrijk. Natuurlijk is het niet altijd cool geweest. Ja. Maar dat is ook mooi van het leven. De tijd leert zelf. Weet je, die kinderen worden groter. Ze komen naar je toe. Ze gaan nu goed met elkaar om. Die 2 kleinste, ze zijn nog te klein. Ja. Om in die hele familie gevoel te komen. Ja.
Maar iedereen wordt door de grootste zussen en broers wordt iedereen verwelkomd en we zijn allemaal mee bezig. Tegenwoordig zijn er groepsappjes, familieappjes, dus het gaat allemaal vanzelf. Ja. Dus wat zijn mijn kinderen, zijn is mijn bloedlijn. Ja. Dus daar zal het mooi man. Ja, het is echt prachtig. Mooi. En maar zeg maar nu als vader, zeg maar, want ik heb nu ik heb laatst voor het eerst een theatervoorstelling gedaan over mijn band met mijn vader, die zeg maar echt ja, non-existent is. Ik bedoel, ik zag hem bijvoorbeeld nu, vandaag, en dan bijvoorbeeld 2-3 jaar weer niet, en toen weer wel. Was een heel aparte soort dynamiek. Ik zag hem vaker dan niet, dus ik dacht altijd, oh, hij wil niet bij mij zijn, omdat ik niet belangrijk ben of niet goed ben. Dus ik probeer altijd, zeg maar, dat verhaal op een dusdanige manier neer te zetten, ook in die voorstelling en zo probeer ik in Mama, Waar is Papa, dat verhaal neer te zetten. Ik merk ook dat heel veel mensen erop reageren van, hey, ik had wel een vader, maar die was niet emotioneel beschikbaar. Dus je merkt altijd dat er een dynamiek is bij kids en ouders. Hoe was het zeg maar, bij jou? Want je bent met je moeder opgegroeid. Ja, en mijn vader, toen ik 1 was, mijn moeder en mijn vader uit elkaar gegaan. Maar zij gingen heel goed met elkaar om. Okay. Dus ik heb dat gevoel van geen vader, geen moeder, heb ik nooit echt zo. Dus je ging gewoon met je vader om? En ja, maar ze belde. En mijn stiefvader was goed bevriend met mijn vader. Toen kreeg ik een stiefvader toen ik 4 was. Ze waren matties. Mijn ouders hebben het zo goed gedaan. Hun hebben juist laten zien van, hey, wat er ook gebeurt, we zijn familie. Ja. Jouw vader is jouw vader. Als hij wat was, mijn moeder. We gingen met z'n allen leuke dingen doen. Ja. Ze gingen geen ruzie maken. Dat is dope, man. Dat is dope. Shout-out, man. Daarom ben ik blij. Want sommige mensen zeggen, ja, en mijn ouders gaan al 45 jaar met elkaar gefeliciteerd. Maar ze zoeken nog steeds elke dag ruzie. Dat heeft meer schade voor jouw kind. Dan dat je gewoon goed met jou... is net als nu. Mijn kinderen komen... Ik heb nooit ruzie met de moeder kunnen zoeken, want er is geen liefde geweest. Ja. Het is puur genot geweest. Dus we zijn alle twee in het belang van het kind. Ja. Dat werkt zo goed, want die kinderen krijgen alle twee kanten liefde. Ik hoef nooit slecht over hun moeders te praten, omdat hun moeders doen niet slecht. Ja. Ik heb die ervaring niet gehad dat ze slecht hoefden te doen. Ja. Dus die band, voor mij is dit, klinkt heel gek, voor mij is het heel, heel goed. Ja. Want mijn kinderen zitten daar niet tussenin, weet je wel. Die moeders kunnen mij bellen als ze niet op school gaan, staan we aan de twee, sta ik met die moeders gewoon zij aan zij. Je gaat niet brutaal zijn, gewoon school afmaken. Bro, dat is wat we moeten doen, want uiteindelijk worden ze allemaal 18 en gaan ze wiepen. Ja? Ja. En dan gaan ze uit huis en dan moet je maar kijken of ze nog, wanneer ze bij je langskomen. Er zullen 1, 2 zullen echt van je houden, of niet eens van je houden, dat zijn gewoon kinderen die voor je zorgen. Ja. Maar ik kijk toch ook naar andere gezinnen, ik zie toch wat er gebeurt. Ja. Kinderen gaan weg, gaan naar eigen leven. Ah ja, papa, ja man, een mooie meisje in Singapore, later, gone. Papa wordt money gestort, dus wat ik belangrijk vind voor mijn kinderen dadelijk, dat wanneer ze de stap maken om een volwassen leven in te gaan, dat ik stabiel voor ze ben. Ja, ja. Dat ik ze ten alle tijde, emotionele dingen moeten ze meemaken, bro. Om sterk te worden in deze gekke wereld. Ze mogen dingen leren. Ze mogen vallen, ze mogen huilen, ze mogen verdrietig zijn. Ja. Maar dadelijk, wanneer ze voor hun gezin moeten zijn, moeten we allemaal als ouders moeten we wat goed voor ze hebben opgebouwd. En een goede basis dat ze erop deur kunnen voortborduren. En dat is gewoon mijn doel. Weet je wel? Ja, real talk, geen borstvoeding geven. Je hebt ook dingen meegenomen. Ja. Ik vraag altijd aan mijn gast om dingen mee te nemen. Ja. Je hebt een watch meegenomen. Ja. En een stuk... Een sweet bondje. Dit is een Surinaamse vrucht. Ja. Vandaag is toevallig mijn moeder uit Suriname teruggekomen. Sweet bondje, dat is een... Het woord in het Surinaam zegt het al, zoete boon. Ja. Ik heb het ook van horen en zeggen. Het is een boom... Die je moet planten, er zit een pit in. En als je die plant, duurt het 5 tot 6 jaar tot die boom gegroeid is. Dus die boom volmaakt is en groot is. Maar daarna duurt het nog 5 jaar voordat hij vruchten gaat geven. Dus daarom vond ik het speciaal om deze mee te nemen. Dit is een vrucht die ik mijn moeder altijd voor me kocht vanaf kruis af aan. En weet je wel, die vruchten komen pas wanneer ze moeten komen. Het gaat nooit snel. Snelle vruchten zijn ook nooit gezond. Wat te snel groeit. En dat vind ik mooi van Sweet Bondje. Weet je wel? Het is een proces. Het is zo lekker. De grootste vruchten die er van eerst afkomen, die zijn de grootste. Oh ja. En daarna worden ze steeds kleiner. Ja. Weet je wel? En dit doet me altijd denken aan Suriname. En aan mijn mensen. En aan mijn talentvolle Surinamers. Weet je wel? En
En de mooie gezegdes die ze daar hebben, de lekkere eten, de culturen die ze bij elkaar hebben. Dat heeft me altijd mijn kracht gegeven. Mensen voelden zich altijd in Nederland misschien, of overal over de hele wereld, waren ze donker of bruin en voelden ze zich gediscrimineerd. Ik heb het altijd als mijn kracht gezien, weet je wel? En als mijn voordeel. En ik vind Sweet Bondjes mijn lievelingsvrucht. Mooi, man. Je ma heeft gelijk voor je meegenomen. Is moeilijk te vinden, Ja. Is periodiek. En die boom moet je planten. Dus als je vindt, mag je dankbaar zijn. Dus ja. Dan vandaar deze. Dat is ook een symbolisch idee voor je ook. Een symbolisch gevoel ook voor je. Symbolisch gevoel voor je, weet je wel. Het is, weet je, hoe lang je ook... De weg kan heel lang duren. Ja. Op den duur komt er een vrucht voor jou. Ja. Weet je wel. Dat is jouw carrière eigenlijk. Dat is mijn carrière. Hoe het allemaal gelopen is. En het kan ook snel gaan, zoals je maar die vruchten die gaan ook snel weer op. Ja. Weet je, en hoe langer je wacht, hoe groter je vrucht. Dus, true that. Yes. 20 jaar in het vak, man. 20 jaar in het vak. En in die watch? Ja, deze watch, man, bro. Ik ga niet voor je liegen, maar hij ziet er nog super goed uit, hè. Maar hij is zo oud. Deze watch heb ik gekocht in Salau. Bij zo'n Afrikaantje. Waar ik praat over, denk ik, 2005. Oké, dat is je peak periode. Peak, dat is een neppe 1-op-1 Emporio Armani horloge. Maar dit was de eerste keer dat ik ging toeren in het buitenland met Lange Frans, Paas B negative. En vet. Het was zo vet om dat mee te maken. Ik weet nog, op het geld kwam nog een beetje geld. Het was de eerste tour, weet je wel. Ja. Dat was het eerste moment dat we geld gingen verdienen. Deze kom ik misschien een jaartje geleden tegen in een doos. En toen vond ik hem. Ik heb hem nog een paar keer gerokt. Naar een show ook nog. Huh. Ik vond hem en ik dacht, wauw, man. Mooi, man. Ik terug naar het moment in Salau met Lange Frans, Paas P, Jesse, Nega. Weet je wel, daar optreden, gezellig. We hebben het gemaakt. Ja. Dat was dat vakantietje. Het is ons gelukt. En ik ben blij dat ik hem nog heb. Dat is mooi, dat is zo'n memory. Dat is mooi als ik spullen hebben niet van zichzelf waarde, de waarde die we aan die spullen geven. Ja. En ik koppel vaak memories aan bepaalde dingen. Dat soort dingen. En ik denk van, ja man, dat is emotionele waarde. Het is top en ik draag hem soms gewoon, man. Omdat dat is tof, man. Ik ben ook wel van de spulletjes en van, ik vind het leuk, weet je. Momentjes. Dingen bewaren die waarde hebben. Echt. Mooi. En wat zijn de next moves, man, bro? Wat is next in store for Braze? Nou, wat het leuke is van wat ik... volgend jaar natuurlijk 20 jaar Braze. Ik wil heel graag een tof album neer gaan zetten waar ik... waar de generatie die na mij is gekomen eigenlijk mijn nummers gaan remixen. Ik moet nog even te kijken in welke vorm ik dat precies wil doen. Maar wat fijn is aan mijn carrière en wat ik doe... Financieel heb ik de ruimte om creatief te kunnen zijn. En als artiest is dat heel belangrijk. Want heel veel artiesten zijn zo talentvol in Nederland. Maar hebben niet een basisinkomsten dat ze zich kunnen focussen op echt goede muziek. En dat hoop ik voor heel veel artiesten die dit hier naar luisteren. Maar die ook kijken dat ze gaan zorgen dat het heel goed is om je basis op te bouwen. En om gezond te zijn. Want daar ga je ook het meest creatief in zijn. Ik ga gewoon veel muziek maken, ik heb veel boekingen. Ik ben met de leuke projecten bezig, leuke bedrijven aan het opzetten. En ik geniet gewoon elke dag weer. Een planning kan ik maken, maar je hebt gemerkt hoe turbulent mijn leven is. Ja. Dus ik kan beter go with the flow. Go with the flow, man, sowieso. En mijn hart volgen. En alle dingen doen die ik leuk vind. Want tot nu toe heb die dingen die ik heb gedaan, werkt zo voor mij. Ja. Ja. En een docu misschien die nog aankomt? Ja, we zijn een docu aan het opnemen, zijn een pilot nu aan het schieten. En kijken wie het tof vindt om dat uit te brengen. En we zijn er veel leuke onderhandelingen. Dat ligt ook aan mezelf. Weet je, hoe graag wil ik dingen en hoe graag wil ik dingen niet. Ja. Ik ben zelf ook aan het aanvoelen van wat is tof. Of gewoon independent maken, man. Ik ben sta volop in het leven. Ik wil dat mijn kids nu de vluchten gaan prikken voor mij, dingen die ik heb gedaan. Ja. Ik wil ze veel supporten in hun sport of in de dingen die hun heel graag willen doen. Ik voel me heel graag daarop. Mijn moeder is lekker vandaag teruggekomen uit Suriname. Die komt tijdelijk lekker bij mij inwonen. Kan ik heel veel liefde geven. En
Ja, man. Ik ben gezegend, man. Bro. Mooi, man. Ja, echt. Nee, maar ik vond het dope om je sowieso in die podcast te hebben. Love, man. En bedankt dat je me hebt uitgenodigd, bro. Sowieso, bro. Ik bedoel, we gotta represent legends in the game, snap je? Insgelijks, man. Ik had ook lang mee, broer. We gaan vanaf Moppie heb jij volgens mij nog gepitcht. Ja, man. Ja, ik draaide toen. Toen kwam ik pas bij de radio werken. Toen begon ik het te draaien. 2004. Ja, bro. Dus ik zit ook volgend jaar 20 jaar in het vak. Dus ik wil ook volgend jaar gaan toeren met die theatervoorstelling van me. Mama, waar is papa? Ik vind het wel spannend, hoor. Ik heb één try-out gedaan. Ik vond het wel eng. Mijn moeder was ook in de zaal en ik ging wat verhalen vertellen die ik haar nooit eerder heb verteld. Maar in die show laat ik ook muziek dingen horen die mensen nooit eerder hebben gehoord. Freestyles van DMX in de stad, in de Kalverstraat. Bepaalde tracks waar ik of dingen die ik heb geproduceerd. Snap je? Super hard. Dus dat is wel spannend. Dus dat ga ik volgend jaar meer doen. Ja, maar bro, ik vind het ook echt tof, man, dat je dingen hebt. Want uiteindelijk, heel veel mensen zullen nu luisteren en kijken. En die hebben er heel veel aan. Maar geloof me, de youth die daarna komt en die daarna komt, gaan heel veel hebben aan podcast. Want het is zo real. En het is zo vet om dingen terug te zien, weet je wel. Kijk, ik geef bijvoorbeeld een Otis Redding of een Nat King Cole. Ja. Als ze vroeger podcast waren, weet je wel. Dat zou zo bijzonder zijn voor nu, voor mij. Voor mijn voeding en mij. Maar ja, helaas was de tijd nog niet zo ver. Ja. Maar wij hebben het gelukkig wel zo dat we voor de youth. Want ik weet sowieso, hun zullen dat het gevoel ook hebben. Weet je, zelfs vast iemand zoals ik zijn, die dat heel graag zou willen horen. Ja, die er ook iets aan heeft, die dan naar zo'n real talk kijkt en denkt, ik heb er wat aan, man. Ja. Het heeft me geraakt in mijn ziel. Vet, en weet je, ik had ook hier ook Def Rhymes, die ook vertelt over zijn journey, zijn reis. En hoe hij dan vertelt over zijn hartoperaties. Gewoon dingen die je normaal gesproken nooit ergens zou horen. Nee. En dat vind ik tof om te zien dat die gasten dan hier komen en dan die verhalen delen op het platform, dat ze weten dat het veilig zit. Ja. En dan zie je ook bijvoorbeeld platforms zoals RTL Boulevard, die dan gelijk die gasten en maar altijd opbellen van, willen jullie hier langskomen? Dan kunnen jullie dat verhaal vertellen. Met andere woorden, kom hier langs, dan nemen we het item opnieuw op. En dan kunnen jullie dat kunnen item wat je bij Real Talk hebt opgenomen skippen. Ja. Dan doe je het gewoon hier. Ja. Het zijn Def Rhymes. Nee man, ik vertel mijn verhaal maar één keer. Is toch vet. En toen zag je gewoon een boulevard. Real Talk, zie je mij met Def. Maar ik vind het mooi. Kijk, weet je, het is, ik weet hoe de media werkt. En ik weet zeg maar dat iedereen springt op content en wilt snel scoren. Ik niet. Mijn ding is longevity. Voor mij is het, maak gewoon de tofste interviews en laat ze gewoon, weet je, ik denk dat daarom mensen ook graag bij mij aanschuiven. Mensen zeggen, hoe krijg je mensen hier? Maar ik denk ook, kijk, maar dat is weer een stukje met je hebt ook je financiële rust. Want je hebt je radio. Ja. Je hebt mensen die weten waar je goed in bent. Je hebt je inspreken van heel veel mooie reclames, televisiedingetjes. Ja. Dus je bent, jouw expertise betaalt al uit. Ja. Dit is prachtig. Ik vind dit is gewoon legendary. Weet je, als je de boys net als wat je zegt, een Nino, een Def Rhymes, weet je wel. Ik geniet ervan om daar naar te kijken. En ik geloof er gewoon in dat het niet alleen voor nu is. Het is ook voor later, 20 jaar later. Ja, people gaan later naar Real Talk terugkijken en beseffen hoe groot het eigenlijk is. Het is de tijd voor. Het is tijd voor. Ik heb de neef van Michael Jackson staat gewoon hier, bro. Bro, Lou, ken je Lou nog van hier, girl? Ja, tuurlijk. Was dat hier ook? Niet normaal. Bro, nee maar. Maar dat zijn dingen. Dat is, bro, het gaat. Daarom hou ik zo van leuke dingen doen. En dat moet je ook nooit vergeten, man. Ja. Want dat maakt jou. Dat soort dingen doe ik ook. Ik hou ervan gewoon om dingen te doen die misschien niet meteen een vetpot gaan opleveren. Maar ze geven zoveel van. Klopt. Heb ik ook met dit, bro. Bro, we hebben niet eens een cameraman nu. Is toch geweldig. Zelf nu alles aan het draaien. Dit is zelfvoorzienend. Maar bro, dat het kan. Ja. Sommige mensen denken dat het niet kan. Ja. Sommige mensen denken, zo'n podcast moet je opzetten en je hebt 3 cameramensen. Ja. Nou, de meeste mensen doen het zo, maar ik ben gewoon. Ze doen het zo. Ja. Maar omdat ze het zo doen, denken andere mensen, het kan niet. Ja. Begrijp je? Bro, ik edit het zelf ook, hè? Bro, dat weten veel mensen niet eens. Van zeg maar, ik film nu met 3 camera's. En ik edit hem ook zelf. En bro, weet je wat ook leuk is? Om eventjes aan de mensen te vertellen, we zitten in een super dik hotel. Ja. Weet je wat, toen ik aankwam, weet je, ik kom aan, ik denk, pop, ik kom mooi aan bij een hotel. Je gaat 3 hoog omhoog, je komt in een geweldige mooie hotel, de suitekamer. Je hebt gewoon je hele setting hier, met je koelkastje, je drinken, je 3 vette camera's. Je hebt het goed neergezet, je eigen mengpaneel om je geluid neer te zetten, je mics.
En je bent hier gewoon alles zelf. Je bent en de interviewer, en de regisseur, en de editor. Alles in één. Bro, je bent Nando AI. Je moet een app gaan creëren, man, bro. Weet je wel? Want dat is goed, bro. We zijn trots op je, man, bro. Want love it. Heb ik in ieder geval nog nooit gezien. En ik ben trots, man, want je bent mijn bruine broeder. Ja. Laat dit kunnen, bro. Inspireert mij. Heavyweight champion, man. Nando AI. Nando AI. Ja, man. Die gaan we nee, maar dat was passion, bro. Ik weet niet, man. Ik geloof als het denkbaar is het mogelijk. Dat is echt mijn motto. En mensen, pas wanneer ze het zien van dichtbij, denken ze... Maar jij bent lijp. Ja, mijn vrouwtje zat met mij te praten. Ik zit half naar tv te kijken en ik ben aan het editen. Dus wat doe je? Ja, man. Def Rhymes interview moet morgen online, man. Huh? Ja, boom. En ze is op een gegeven moment 2 dagen later dat Boulevard mij beelden. Ze zegt, maar dat heb jij gisteren zitten editen. Ja, dat is ja. Toch, maar dat is toch prachtig. Dat ja, maar het is gewoon, bro, ik ben gewoon... En af en toe had ik ook matties die me kwamen helpen en zo. Maar die hebben ook druk en er gebeuren dingen tussendoor. En ik ben iemand, ik wil door. Nu gewoon door, 2 real talks per week uit. Eerst was het 1. Nu ben ik on a roll. Ja, weet het, je? Gaat, dus, het gaat. Ja, ik vind het gewoon leuk. En ik vind dat mensen moeten die verhalen krijgen. Daarom zeg ik, je weet toch, support the channel, like it, subscribe. Er zijn zoveel interviews hierop met Rico Verhoeven, Jamal Bensadiq, Mike Passanier, Remy Boyaski, Loon, ik heb Okie Durham. Bro, ik heb zoveel verschillende... Ook verschillende verhalen van mensen die mooi, want een andere interesse hebben. En iedereen heeft natuurlijk een kwetsbaar puntje in zijn ja. leven. Weet je wel, het is zo mooi om te zien dat iedereen maar gewoon mens is, jongens. Ja. En dat we precies ook real talk, weet je, dus echt praten. Ja. Ja, weet je wel. En wat ik ook tof vind van dit, je moet er tijd voor nemen. Als je er geen tijd voor hebt, zie je het niet. Weet je ja. En dat is ook wel weer tof. Ja, neem gewoon je tijd. Neem je tijd. Ga gewoon de even mensen zitten. Die het niet hoeven te zien... Of willen zien, dat ja. is ook mooi, want het ja. duurt lang. Ja. Dus als jij geen geduld hebt, moet je ook niet kijken. Jeetje, maar ooit ga je het vinden. Al kijk je op TikTok of kijk je op Instagram. Hey, maar Fernando heeft een interview met, Brees? 1,5 uur lang? Ja. Dus als je Brees wil kennen op een manier dat je hem nooit hebt gekend, tune in, Sweet Bondje stijl. Je weet toch? Ja. Ja, maar sowieso een dikke shout-out aan jou, bro. Dankjewel. Keep up the good work, ben trots op je. Insgelijks. En weet dat dit ook jouw platform is, dus wanneer je iets wil vertellen of iets is happening of whatever, kom gewoon hier. Je ziet, we gaan uitgebreid praten. Heerlijk, man. We hebben alle cameramensen hier. Dus, nou de AI. Nee, maar weet gewoon dat je altijd welkom bent. Super, ik zeg altijd tegen mijn gasten van, dit is een platform for the culture. Ja. En hier worden de verhalen verteld die mensen normaal gesproken nooit zouden horen. Dus als je thuis meekijkt, meeluistert, like, subscribe, support. Deel het met je medemensen, je vrienden. Want ik heb het soms gevoel dat mensen het voor zichzelf willen houden. Als je het tof vindt, deel het met een andere Brees fan of een andere... Whatever, snap je? Het is sharing is caring. Sharing is caring. Ja man, keep the moves moving. Dit is een real talk. Wil je nog meer mensen zien en beseffen... Check het kanaal, man. En like, subscribe. Man. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Support the movement. Yeah. Nando Lees, keep it hot, keep it banging. Real talk met the one and only. Brees!